Goedendag dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Kinderbak uh, Podcast. Ja, ik ben happy as a motherfucker vandaag. Maar uh, voordat we gaan podcasten, alsjeblieft eerst uh, subscriben en liken. Als je het ook echt leuk vindt. En uh, anders doe je het maar voor mij. We gaan gelijk naar mijn gast. Ik heb hier gewoon een van, mijn, een van de mensen hier waar ik super graag mee wilde podcasten. Eh, van een bucketlist gehad. Hij is gast. Hij is hier. Hoor je mijn enthousiasme, Martin? Martin ja. Koolhoven. Regisseur ja. van Brimstone. Ja, Don Bar Bart Nijman kwam het, hè? Die, ja. uh, die, die vroeg... Uh, die, die zei eigenlijk tegen mij van... Een of andere gozer in Limburg. En die wil jou heel graag spreken. Ik zei, nou, als hij me haalt en brengt, dan vind ik het prima. En dan doe je dat niet eens zelf. <lacht> 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 Gewoon een of andere gast met een bek vol metato's. Die wel heel leuk is trouwens. Hey, hallo. Daar zit hij. Hey, ja, ja, dan Martin heeft het nu uh, gelijk dan maar gedaan, want uh, Jordi, Jordi ja. uh, schallig, mensen ja. weten het nog niet, maar nu heeft Martin het ja. gespoild, gespoild, dat is eigenlijk de nieuwe aanwinst van Kinderbak podcast. Oh, ja, dus was het dat, dat geheim? Ja, dat je even ja nog niet, maar nu, ja. We, ja. <laughs> nu weten we, nu het over tattoos had. Ah, uh, oh, dat is wees. maar één. Ja. <laughs> dus inderdaad, Bart Nijman, ja. daar, uh, dus uh, ei, Bart, dankjewel. Ja. Dankjewel. je wel. gaat achteraf him. zeggen van dank je <laughs> <is> <laughs> nee, wel, Nee, ik kom vast wel goed. Nee, Martin, ik wilde zo graag met jou, uh, met jou podcasten. En waarom? Hij staat, hij staat hier. Mm. Ik ben zo fucking blij. Ja, mensen kennen jou natuurlijk van, uh, van de films. Van de filmmaker, van de regisseur. Um, goede regisseur, maar Brimstone, dat is fucking. Die mensen bij mijn favoriet. Een van mijn favoriete films. Nou, dankjewel. Dat ja. is uh, heel leuk om te horen. Ja, ja ik vind het. Uh, is het. Is het een western of niet? Ja, yeah, het is een western. Een uh, western is natuurlijk een, uh, een, uh, een begrip dat uh, eigenlijk gewoon gedefinieerd is door een tijd en een plaats. Ah. En, en het, uh, het speelt zich daar en het is in die tijd. En dan heb je natuurlijk altijd, al, kun je het hebben over genreconventies en, en voldoet het daaraan. Ja, het, is, het, is, het, is een, het is in zekere zin een atypische western, want er zit, het is natuurlijk ook een thriller en er zitten zelfs horror-elementen in. En, uh, en misschien kun je het ook nog wel een soort van historisch drama noemen. Dus het is een mengeling van allerlei dingen, maar het is ook een western. Ja. ja. Hij is in 2016, ik geloof in september, is hij naar Venetië gegaan. Ja. Het filmfestival. Ja. Dus het oudste filmfestival, toch? Van... Ja, ja, ja. Nee, dat is een van de twee meest belangrijke uh, festivals op de wereld. En inderdaad, de oudste. Ja, ja. klopt. Ja. Dus dan hebben nou, we de kan en... Kan even netjes, dat zijn de twee grote jongens. Als ja. competitorfilm film ging hij daar naartoe, hè? Of ja, hij zit ja. gewoon echt in de competitie, ja. Dat, is, dat, is, dat was voor de ja. eerste keer dat ik een, uh, een film had die in, in, uh, op, op dat niveau uh, gepresenteerd werd. Ja, Dus dat was wel heel leuk. Ja, dat wang naar natuurlijk heel ja. Dat moet toch iets ja. met je met je gevoel hebben gedaan? Maar ja, maar. Nee, ja, nee, tuurlijk. Dat is hartstikke stoer. Ja. Je hebt, uh, ik had natuurlijk een beetje wat dingetjes uitgezocht op het internet. En uh, ik begrijp, je hebt er zeven, zeven jaar over gedaan over deze film. Ja, geloof ik wel, ja. 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 ja, zeven jaar. Ja, maar dat is, dat is dan 3,5 jaar, geloof ik, schrijven, als ik me niet vergis. Dan vervolgens iets van anderhalf jaar uh, uh, financieren. En de rest is ook gewoon het maken. Want het is natuurlijk ook gewoon een gigantische film. Dus het, 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 het was uh, meerdere draaiperiodes. En vervolgens het monteren duurde ook heel lang. Dus het is uh, alleen het maken heeft ook wel al, uh, al best wel lang geduurd. ja. Hoe lang heb je in totaal geschoten? Dus echt de schiet, uh, schietdagen? Dagen. Dus dan, oké, okay, maar dan, dat is dus niet de periode. Maar ik geloof dat we, ik geloof dat het 60 draaidagen waren of zo. Geloof ik het ik niet vergis. 50? Nee, geloof. Ik weet het niet meer. Best veel voor een Nederlandse film zeker. Ja. ja, maar, ja maar Hij is geschoten in Duitsland, toch? In Duitsland, in uh, Spanje, in Oostenrijk en in Hongarije. Oké. Okay. Ja, nou. Ik had, ik, uh, ik, was er wat dingen op het zoeken en toen zag ik het uh, Frans. Duits, Belgisch, film, allemaal samenwerking. Ik denk, ja. dan, nou, dat zou wel te maken hebben met de financiering. Ja, dus zeker. Dat, ja. Ja, klopt, ja. Dus dan kwam <laughs> daar allemaal geld vandaan. En daarna, uh, er zat ook nog Engels geld in. Er zat ook nog een, uh, een uh, stuk Zweeds in. En Belgisch. Ja, van alles. Ja. Ja. Toen jij Brimstone maakte, was dat op het moment dat je alles eigenlijk uh, voor het uitkiezen had? Dat je alles kon maken? Films? Uh, nou, alles is niet waar. Als ik uh, Lord of the Rings had willen maken, had ik denk ik wel een probleem gehad. Maar in, ik zat in Nederland. Uh, had ik uh, wel heel erg de wind mee. Want ik had oorlogswinter gemaakt. En dat was een gigantisch succes. Ding is natuurlijk wel dat als je lang wacht met een volgende film. Dat, dat, die, dat die wind wel een beetje wat, wat minder hard gaat waaien. Maar nog steeds. Uh, um, um, nou, en internationaal ging het wel aardig. Het enige was dat uh, de film. Ja, uiteindelijk kostte die 12 miljoen. En dat was wel heel veel. Dus uh, uh, alle props naar uh, Els van der Vorst. Dat die, uh, die heeft dat uiteindelijk ja. allemaal uh, voor elkaar gekregen. En, uh, en het waren uiteindelijk iets van, ik geloof ik, als ik me niet vergis, 35 financiers of zo. Die, er, uh, die dat, uh, dat bedrag allemaal bij elkaar uh, hebben opgehoest. Ja, dus dat is ook heel knap van haar dat ze met. 35 balletjes aan het jong leren, jong leren was want iedereen wil iets en iedereen, iedereen heeft een eis of zo weet je wel. Ja, ja, ja. Bemoeienis ook? bemoeien is uh, zo. Dat, uh, uh, dat dat viel uh, op zich wel mee in de zin van kijk, ik bedoel uh, eisen zijn dan bijvoorbeeld dat je uh, een gedeelte van het geld uh, in een weet ik wel in Duitsland uitgeeft, uh, dat je uh, zorgt dat er ook uh, genoeg uh, uh, in België dat je ook een aantal Belgische acteurs neemt of zo dat soort dingen. En, uh, uh, maar uiteindelijk was er één grote partij, dat was de grootste van alle financiers, die was 3,5 miljoen, uh, had hij erin gestopt. Dat was een Engelse partij. En die hebben op het laatst wel een beetje geprobeerd om invloed uit te oefenen. Maar ja, ook daar was gewoon Els gewoon heel belangrijk, want alles van tevoren gewoon uh, behoorlijk dicht getimmerd. Uh, dat wij wel Final Cut konden houden. Maar dan proberen ze je gewoon op allerlei slimme manieren wel te beïnvloeden. Maar dat, uh, dat is, uiteindelijk is dat niet gelukt. Dus... Uh ik nee, heb de film kunnen maken zoals ik hem wilde maken ja want je inderdaad nee. je hebt hem gemaakt dat zag ik ook in de interview dat hoorde ik je zeggen van ik heb hem gemaakt zoals ik hem wilde maken ja. als je nu uh, 2017 kwam die uh, 16 nee 17, 17 kwam, kwam die, in die de bios 12 nee. januari ja ja, ja. Um, nu en als je erop terugkijkt zijn er nu nog heb je hem nog steeds zoals die uh, is hij nog steeds zoals die moet zijn of heb je zoiets van ah, hier en daar zou ik wel wat dingen willen aanpassen ik heb hem nu ook alweer een tijdje niet gezien maar ik geloof ja, natuurlijk zou ik dingen aanpassen. Dat kan niet anders. Uh, weet ik veel. Misschien zou ik hier en daar iemand. Een, 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 weet ik veel, een andere. Nou, alhoewel, ik vind die acteurs allemaal wel goed hoor. Maar. Nee, misschien had ik. Uh, uh, als ik. Maar dat is dan wel echt gewoon. Um, uh, een beetje zeiken. Uh, ik geloof dat ik het misschien ietsje dynamischer had gewild hier en daar. Dus dat het. Uh, er zitten nu. Er zitten een aantal stukken waarin het tempo van de film. Vind ik nu uh, iets te lang op eenzelfde soort tempo blijft. En dan denk ik van dat had misschien af en toe iets. Uh, maar ja, dat is, ja, dat is dat, een beetje maar zo, ja. dat tempo is nou ja. net juist waarom ik die film zo, mm. zo waardeer. Omdat je, uh, ja. uh, jij hebt gewoon de kloten om gewoon, waarschijnlijk zal er best echt veel druk uh, ja. achter hebben gezeten bij jou. Je hebt gewoon kloten om, dat uh, vind ik sowieso met veel films voor jou, dat je het rustig vertelt. ja ja. Je neemt de tijd. Ja, daar nou, ligt het Ik heb ook een paar snelle gedaan. Hè? Ik heb uh, bijvoorbeeld Knetter en Schnitzelparadijs, dat raast voorbij. Dus het kan wel snel. Ik heb ook trouwens commercials gedaan die ook snel gaan. Ah. Dus uh, op zich kan ik het wel. Maar ja, dingen, uh, ze om de zeker als je met suspense zit natuurlijk, als je dingen ja. wil dat die spannend zijn, dan, dan helpt het als je uh, het tempo net ietsje anders. Uh, nou, nu lijkt ja. het net of het een hele trage film is. Dat vind ik ook niet waar. Nee, is, dat uh, is... nee. No. Nee, dit is ook zeker geen, ja. uh, geen trage film. We hebben het nou wel een beetje lang over Blin Brimstone, maar ik wil ja. het er echt even over hebben. Omdat nee, is goed. het mijn vak en een van mijn favoriete films is. Ik heb het er ook al lang niet over gehad, dus dat ja. is voor mij ook niet erg... Kun je hem wel goed terughalen dan, als we het over de film hebben? Want... Ik denk het wel. Ik denk wel dat ik het weet, ja. Want de... de... Misschien ook ik sommige details kwijt ben. Ja, ik moet eerlijk zeggen, Knetter en Het Nietselparadijs heb ik niet gezien. Maar Knetter was er laatst wel op tv, dus ik heb hem opgenomen. Maar ik denk, moet je nou alle films gaan kijken voor de in te komen? Nee, blijf gewoon lekker bij waarvoor je in eerste instantie... Straks zie je allemaal dingen die je niet goed vindt. Nou, ik heb Suzy Q twee dagen terug gezien. Die is echt wel een beetje traag. Maar die is ook wel oud. I liked it. Maar daar komen we nog wel op. Brimstone, de openingen, ja? is, Zo, die kwam er heel Limburgs uit. Die opening vind ik zo geniaal. Je bedoelt uh, met die kogels met, die. Nee, Brim, oh, ja, de, uh, eerst het wordt natuurlijk de voice-over? of wat bedoel je? De, um, ja, sowieso ook de, vo de voice-over. Um, je je uh, vertelt, je introduceert hoe de karakters de geïntroduceerd worden. Ja, ja. En sowieso valt mij op bij jouw films dat je uh, heel veel met close-ups werkt. Bijna. Ik weet niet of ik het meer doe dan anderen, maar... Het uh, viel er, me gewoon op. Ja, ja. Um, ja. Om, de, om de vraag, ik had de vraag nog, of, uh, nog niet gesteld. Was ik al een vraag? Nee, ik was, ja, aan, het zeggen, maar, ik ja. was aan het zeggen waarom ja. ik hem uh, ja. Ja. zo goed vond. Ik, ik wil meer ernaartoe dat um, Dakota, ja, uh, Liz, ja. Liz, Liz dan, um, die introduceer jij eigenlijk dat er gaat de vader met de zoon, die gaan, gaat schieten. Ja, ja, ja. ja. En eigenlijk ja. zie je dat in dat uh, tijdperk, dat era, is dat eigenlijk ja. heel normaal. Hè, dat ja. de vader de zoon dat leert. Zij uh, doet een soort van, uh, zij intervient. Maar daarmee ja. uh, wordt, één wordt verteld dat zij doof, ja. dat ze niet kan praten. Precies. En die scène, tenminste, maar, uh, correct me if I'm wrong, volgens mij leid je daar ook, doe je een opstapje voor wat er gebeurt in de schuur. Uh, hoe dat, uiteindelijk in? die zoon, ja. Ja. Die waar ik van de mensen die Ja, ja Primstal moet je nu toch wel gezien hebben. Gaan we spoileren? Ja, we spoileren die okay, shit Oké, okay, dan gaan we nu Spoilers. Zeggen, vanaf nu moet je niemand kwalijk nemen dat er spoilers komen. We gaan ervan uit dat je de film gezien hebt. Toch? Oké. Okay, ja. ja, is goed. Koolhoven said it. Ja. ja. Dan, ja. dan ja. Nou, ja, dat, Je bedoelt dat het een soort uh, wat is het, vooruit schaduwt naar... Uh, ja. Nou, de eerste, natuurlijk doet het dat, maar in, in de eerste instantie... Uh, wat ik... Uh, um, wat ik ermee wilde, is dat zij een, uh, een, een bijna on-Amerikaans uh, probleem heeft met, uh, met geweld. Of met, met, uh, met dat. En dat, daar kom je op een gegeven moment wel achter van waarom dat dat is. dat is. Dat is eigenlijk een beetje wat, uh, dat, uh, wat die scène in de eerste instantie uh, poogt te doen. Ja, ja en daarom... Uh, want het is, uh, ze, is een, uh, ze is een survivor. Ja. En daarom vind ik het ook zo vet dat... Uh, ze ook niet moeilijk doet in die schuur. Ze nee. weet ook wel, uh, ja. uh, dit, dit moet gebeuren. En ja. dan is het opeens ja. oké okay, dat hij uh, zijn ja. vader... Uh, ja, nou ja, ja. Uit, uit, zeg het uit, maar. Ja. 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 Dat zijn vader helpt ja. naar het een maalt Ja, precies. Ja, dat vind ik echt zo, uh, zo sterk, zo krachtig, zo mooi. Heel heftige zin ook. Nou, zit er zitten wel meer heftige zin natuurlijk. Heb je geen gedoe gehad door de manier waarop hij uh, erbij ligt? Je bedoelt met uh, die darmen om zijn. Uh, ja, wat gedoe. Ja. Er, zijn, er zijn mensen die beginnen. Het is wel iets wat bijna iedereen over in, uh, in, de, in, de, in, de, uh, in de recensies. daarover begint. Uh, in de goede recensies. Uh, zeggen ze dan nog. Want het is niet voor iedereen. Je moet, wel, je moet wel een beetje. Want op een gegeven moment ga je gewoon mensen zien. die doen een darmen om hun nek. Uh, weet je, dus. Uh, dat is al. Ja, weet je. Dat is zo'n opsomming van dingen. Weet je, er wordt een uh, vaker geslacht. Er is iemand die zijn tong afsnijdt. En, uh, en, en iemand die, uh, die wordt. Uh, die heeft zijn eigen darm om zijn strot heen, dus uh, ja, dus ja als, je dat, als je dat als je dat zegt en dan en je vil, wil die film nog steeds zien, dan uh, is het je eigen schuld. <laughs> nee, het geweld is, uh, is niet over, vind ik niet overmatig. De, ja. Het geweld wat wat is, is gewoon bruut en effectief. Nou, het, en, en, heel veel van, en heel veel van het geweld zie je niet eens. Uh, meeste wat je ziet is het resultaat van het geweld. En de reden waarom uh, sommige mensen het heel heftig vinden, is omdat in tegenstelling tot heel veel andere films, met name Hollywood-films. Het is een film die gaat over geweld en over de gevolgen van geweld. En uh, it doesn't shy away to show it as ugly as it is. Weet je, ja. dus je kan ook gewoon uh, een film als, als een soort comic relief waarin iemand, weet je, geschoten wordt en bloed spat op de muur en ha. ha, ha. En ik ga niet rooms en dan de pauze zijn. Ik bedoel, ik heb ook dat soort films al gezien, denk ik dat ik dat heel leuk vind. En ik wil deze film uh, proberen iets integerder te te vertellen. En dan vind ik dat, uh, dat, dat, dat het best een beetje pijn mag doen als er, uh, als er geweld uh, uh, in voorkomt. En in Europa en in Azië en weet ik veel, dan daar is dat ook. Uh, heb ik daar ook gewoon heel veel credits voor gekregen. Maar in Amerika vinden ze dat bijvoorbeeld heel lastig. Niet allemaal, want ik heb daar ook wel goede recensies... maar er zijn, er zijn uh, um, best wel wat rec recensies geweest. En als je er dan over nadenkt, dan merk je dat ze. Ja, het, het, op het moment dat je dat je een, uh, het publiek of een kijker het, uh, zich ongemakkelijk laat voelen. Dan, dan denken die Amerikanen toch: ja, maar wacht even, hier heb ik geen kaartje voor gekocht. Weet je, ik wil gewoon vermaakt worden. Je mag best wel allemaal uh, uh, gekke dingen laten zien. Maar het, het moet wel leuk blijven. Weet je, dat merk je wel een beetje bij, uh, bij uh, sommige Amerikanen. Ja, ja. Guy Pierce speelt de, de dominee, de ja. bad guy, de villain. Ja. Um, heb je hem moeten overtuigen om die rol te spelen? Omdat dan natuurlijk ook een beetje uh, er nee. zit uh, misbruik. Nee, uh, ja, nee, nee. nee. Heb, heb uh. ik, nou, als je Peers kent, dan, uh, dan weet je dat hij ook wel eerder rollen heeft gespeeld die heel oh. heftig uh, zijn. En uh, uh, nee, wat er gebeurde was, uh, uh, zijn agent las het. En, um, en is naar hem gegaan en had gezegd, ik weet zeker dat je dit wil doen. En hij las het en hij zei: Ja, dat klopt. Ja. Ja. <laughs> dus zo ging het eigenlijk. En toen, uh, toen ik hem, hem ontmoette, uh, was in Londen en uh, ging ik daar naartoe om hem te ontmoeten. En ik dacht ook nog een beetje: van, uh, ja, Misschien moet ik hem uh, uh, inpalmen of uh, zeggen: van, Doe het nou, of twijfelt hij ja. wat er ook. Maar het was eigenlijk binnen een minuut was hij al van, oh, dank je wel dat, uh, dat je mij vraagt. En hij had het gevoel dat hij mij moest... <laughs> ja, dat, dat, was, uh, dat was op zich geen slechte positie. Midden zitten natuurlijk, dat, uh, dat was heel leuk. Ja. Oh shit, dus hij was echt... Uh, ja, hij wilde echt, ja. Hij, wilde, hij, hij wilde echt heel graag. Ja. 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 ja, en ook mooi, hij heeft natuurlijk uh, Carice en hij. Ja, dat... Hebben uh, een romans dat... gekregen op de set, hè? Ja, ja, ja. Ja, 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 dat moet je altijd een beetje meer opletten wat je nou... Alhoewel, nu is het alweer tijd geleden, maar je, ja... Je, 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 uh, ze zijn toch een ja, ja Ja, zeker. Ja. Ze hebben een kind ook. Dus uh, 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 Maar ja. ja. <laughs> het is ook de privé-situatie van mensen, weet je wel. Dus, uh, ja, ja, ja. Maar het was wel eigenlijk wel vrij snel duidelijk <laughs> dat, het, uh, dat, het, dat er wel wat aan de hand was tussen die twee. Ja. Ik was niet de eerste die door had, trouwens. dat waren anderen die, uh, die het al eerder dan ik door had. Maar ik had het, ik had het ook wel snel door. Ik dacht: van, ah, daar, daar gebeurt iets. Ja. Mooi man. Het grappige is, het is ook het grote bewijs dat, uh, uh, dat wat er ook gebeurt op de set, dat dat niet per se uh, iets zegt over uh, 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 de sfeer op de set verder en de onderlinge verstand. Nee, bijvoorbeeld heel, heel, veel, heel veel mensen die vragen natuurlijk, van hoe kan het? Weet je, er zitten gewoon jonge kinderen in en die gebeuren echt gewoon verschrikkelijke dingen. En is dat niet heel erg, weet je wel? Maar ja, op de set, weet je, dat is gewoon, iedereen weet dat het niet echt is. En de ja. sfeer op de set... eigenlijk is het meestal zo... hoe erger de, uh, wat er allemaal gefilmd wordt... hoe meer lol je op ja. de set hebt, weet je. dat heb je horrorfilms, hoor je dat ook altijd. En, uh, uh, en, en ik vind dit wel een... Be ik bedoel, zij hebben toch echt gewoon... In, in, in dat hele gebeuren... waar ze toch echt verschrikkelijke scènes... Uh, ja, samen jongen. hebben, Carice. En, uh, en <laughs> is blijkbaar toch die vlam uh, over kunnen slaan. Dus, uh, yeah. ja. Ja, mooi man. Ja, dat namens uh, gevallen. Carice, Carice van houden ik vind ja. een fantastische uh, actrice. Uh, Even kijken, je hebt wat films met haar gemaakt. Vier uh, heb ik er Ja, gemaakt. ja, ja. Wat ik, wat, ik, wat ik naartoe wil, is dat uh, Tom Hanks... werkt heel veel met Spielberg. Mm -hmm. uh, DiCaprio met... Scorsese. Scorsese. Scor ja. En is Caris dan... Uh, mijn, uh, jou, jou, mijn, mijn Robert jouw... de Ja, zo kun je het zien. In zekere zin wel. Het grappige is dat iedereen altijd... Uh, als, het, uh, uh, als mensen dezelfde seksen hebben... Dan, dan zeggen ze van... Uh, het is jouw alter ego of jouw weet ik veel wat... En als het, uh, en als het uh, een, een mannelijke regisseur is en een vrouw, dan is het, ook, is het jouw muze. Dus de vraag is niet of het altijd alter ego is, ja. maar dan is het een, een muze. Dat is wel grappig. Ja, uh, nee, maar ik, 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 uh, ik heb haar natuurlijk uh, uh, voor mijn neus gekregen door. Uh, of me, met uh, Suzy Q. En dat klikte heel erg. En ik vind haar gewoon echt heel erg goed. Dus uh, elke keer als ik daarna een rol had die ongeveer. In de leeftijdscategorie van had uh, van dacht ik, ja, wie, wie ja, ja, Caris? <laughs> ja, ze is zo goed. Ik werk heel graag met haar. En ik vind haar ook. Uh, uh, ja, ik, heb, ik heb er ik kan niet herinneren dat ik ooit uh, een slechte take van haar gehad heb. Dat is wel altijd goed. Ja. Is dan is zij makkelijk, dus voor jou is zij makkelijk te regisseren. Dus jullie begrijpen elkaar gewoon. Zij snapt wat jij wil? Ja, dat denk ik wel. Uh, maar, maar, het, maar het regisseren dan is ook uh, dat gaat dan over dat het, dat, het, dat het het juiste is in de film. En dat het klopt in het verhaal en in de scène. Maar dat, ik, hoef niet, ik hoef niets te doen om haar goed te laten spelen. Want ze is altijd goed. Maar ze kan linksom kan ze goed zijn. Ze kan rechtsom kan ze goed zijn. Snap je? Je kan op verschillende manieren kan je ja. goed spelen. Uh, um, um, en, dan, en Dus daar regisseer je, je dan ja. in. Ja. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, als je gewoon met echt, dat is 9 van de 10 keer toch wel een beetje het geval. Als je met goede acteurs werkt, hoef je niet geen gekke trucs uit te halen om iemand goed te laten spelen. Dat heb je soms met kinderen of zo, weet je? dat je dan trucs moet doen. Om, nou, uh, ja. Nou. Jij regisseert kinderen goed. Als kinderen ja, maar dan, zegt, daar komt, ja. soms heb je daar trucs voor nodig. Weet je, dan, uh, dan, dan uh, you trick somebody into a performance. Uh, en dan ga je naast de camera staan en doe je iets of weet ik voor wat of zo. En, uh, en dan. Uh, en dan, dan krijg je iets wat echt is, en dat snij je dan in en dan, uh, en dan werkt dat. Dat kan gebeuren. Maar uh, bij gewoon uh, een echte acteur, iemand die het voor zijn beroep doet en die je uitgekozen hebt omdat hij goed is, ja, dan, dan, dan is het een kwestie van die, die persoon de juiste richting in krijgen. En dat is wat anders dan goed laten spelen. Snap je? Nou, ik hoef niet te zeggen van, het komt niet lekker je bek uit. Kun je gewoon even normaal doen, weet je. Dat zit meestal wel zo. Dat zit meestal wel snor, bedoel ik. het lijkt mij dat je juist, de acteur, die moet het hebben van emoties. Dus ik neem aan dat je emoties moet benoemen. Dat ligt eraan, Het ligt aan de scène. Het is ook wel heel erg verschil tussen de ene en de andere acteur. Dus sommige acteur kun je heel resultaatgericht... Uh, uh, regisseren. Dan kun je ook gewoon zeggen wat je eigenlijk, wat het effect is dat je wil. Dat, wat je wil dat het publiek voelt, bijvoorbeeld. Met andere acteurs, die moet je vanuit het personage regisseren. Moet je uitleggen wat, wat jij denkt dat het de personage uh, zou doen of moet doen of moet voelen of zo. Maar meestal is dat wel. Wij hebben de acteurs dat zelf wel door. Weet je, dan, want je hebt, daarvoor heb je al. En heb je natuurlijk al gesproken over het uh, personage en over het verhaal. Dus ze weten wel ongeveer wel, um, waar, ja, waar ze naartoe moeten. En, uh, en, dan, en heel vaak is het op de set dan eigenlijk bijna alleen maar van. Uh, iets minder of iets meer. Of uh, uh, um, kan je technisch dingen? Kan je, kan je zorgen dat je meer zo staat? Of uh, kan je. Uh, dat soort dingen. Ja ja, het zijn natuurlijk pros. Ja. heb je heb je wel eens gehad heb je wel eens gehad dat een acteur oh my god, dat ik het niet goed voel? Ja, wat moet ja. ik bij deze guy? ja, of we we ja gelukkig ik... steeds minder. maar in, in het begin heb ik dat wel een aantal keer gehad. Uh, en uh, en ik heb ook uh, ook ook met name in het begin ook wel een aantal keer gehad dat je dan je hebt soms van die uh, van die, uh, van, die uh, van die rolletjes waarbij iemand maar één dag of weet je wel die iemand die twee zinnen heeft of zo. Weet je, dat is dat is dat uh, dus dan ja, dan, uh, dan, dan kan het gebeuren dat je dan, uh, daar net misschien iets te makkelijk ja hebt gezegd of zo. Dat heb ik een paar keer wel gehad. En dan sta je op de set, sta je dan uh, veel te lang te doen over, uh, over iets wat eigenlijk vrij makkelijk zou moeten zijn. En uh, dus daar ben ik nu wel uh, wat feller op, dat ik zeker weet dat diegene dat kan. En, dat het, en, en het is ook wel lekker als je daar gewoon een acteur hebt die. Uh, die um, die, die, die zelf verantwoordelijkheid neemt, die niet lastig gaat vallen. Die snapt. Nou, een, een, een goede acteur, die, die komt voor, uh, voor een klein rolletje, die snapt dat hij niet uh, uh, even belangrijk is, even lullig gezegd, als, als de hoofdrolspeler. En die neemt dan verantwoordelijkheid en die geeft jou gewoon opties. Die, 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 die geeft je over weet ik dit doe, weet ik, dat dat doe. En die gaat niet lopen, zeuren over shit. En uh, uh, dus heel vaak, wat ik heel vaak doe, het liefst in uh, kleine rolletjes, uh, neem ik mensen die ik, uh, uh, waar ik al eerder mee gewerkt heb, of uh, die, uh, die ik persoonlijk ken, of uh, weet je, dat soort dingen. Ja. Ja. Heb je? Ja, en ik zit te denken, bijvoorbeeld, uh, uh, Adver Kempen heb ik een aantal keer, uh, die, uh, die heeft een keer bij mijn hoofdrol gespeeld, en sindsdien heeft hij een aantal keer bij mij. Uh, heeft hij, uh, kleinere Rolletjes gespeeld in, in, in Brimstone speelt hij uh, uh, die Nederlandse man in de kerk, die dan uh, uh, die die uh, die vertelt dat hij uh, ook dat hij uh, dat hij uh, dat hij verlicht is en dat hij uh, met met zo'n heel dik Nederlands accent. En uh, Ja, dan weet ik gewoon dat die dat hij dat goed doet, weet je wel. Ja. Oh, speaking of uh, ja. uh, 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 Nederlands accent hoe weet ze die actrice Emilia. Um Jones. Jones, ja, dat doet ja. ze. Zij doet het uh, goed, toch? Ja, is waanzinnig, heel goed. Maar zeg maar, hoe goed is zij, man? Ze is nu, uh, heeft ze net? Uh, zat ze natuurlijk in de film die net uh, de Oscar heeft gewonnen voor beste film. Dus dat is Zij is wel echt wel gewoon. Uh, ja, ik wist ook wel dat dat gaat gewoon groter worden. Dus dat gaat nog veel groter worden dan dat het nu is. Ja, maar je hebt, hebt daar wel uh, een neusje voor. Want je hebt in uh, oorlogswinter, toen was hij nog heel jong, hij heeft gespeeld in. Uh... Hollands Hoop en in de Oost en in... Uh... Nee, nee, nee. Wat oh, bedoel in, je niet? Bedoel de je de Britse, Britse acteur, Britse acteur. Uh, oh, ja, ja. Hij zit in dat hol. Ja, Hoe uh, in... oh, heet oh, je nou ook weer? Is het Twilight? Twilight. Ja, ja, ja. Campbell, Campbell. Ja, jo oh, ja, ja, precies. Ja. Ja, hij zit... Ja, uh, ja. Dus, uh, ja. Toen was hij nog niet zo bekend. Skull Jamie Ball. Campbell Bauer. Ja, sorry. heet that's, die, ja. that's the dude. Ja. That's the dude. Nee, die kende ik ook niet. Die, die vonden we gewoon. Ja. Nou ja, eigenlijk vond mijn casting director die. En, en vervolgens uh, hebben we getest en uh, vond ik hem... Uh, Heel leuk en tof. En, uh, ja. Is dat... ja. Nee, ik dacht dat hij gewoon hoofdrol bedoelde. Want uh, van, well, dat is natuurlijk Oorlogswinter. Is uh, uh, Martijn Lakenmeijer. Die, uh, dat was zijn eerste. Dat was het eerste dat hij überhaupt ooit speelde. Dus, uh, en, uh, en, uh, nou, ja, geniaal was hij in die hoofdrol. Heeft hij toen ook terecht gauw kalle voor gewonnen. Maar het is altijd een beetje spannend om, uh, om zo'n jong iemand zo uh, uh, op te hemelen. En zo'n prijs te geven. Mm. Want dat kan natuurlijk ook misgaan. Er zijn ook mensen die vinden dat je dat eigenlijk niet moet doen. Maar bij hem, uh, hij, ja, hij, hij was zo'n uh, uh, jongen die zo met twee benen op de grond stond. dat ik me daar niet zo'n zorgen over maakte. En die is blijven acteren. En, uh, en uh, nou, hij heeft net de hoofdrol in de Oost gespeeld. En uh, dus uh, ja, nee, die, die, die gaat als een, een spier ik, ik heb ook nog iemand waar ik nog wel een keer mee wil werken. Ja. Oké, okay, ik heb uh, de Oost nog niet, uh, nog niet gezien. Nee. Maar moet je wel doen. Mooi. En film. Uh, hoe heet het? Die ene, de Schelde. De Slag om de Schelde. Nee, die, die heb ik nog niet gezien. Dus een beetje. Erg ah, om dat nu hier ik, ik, toe te geven. Maar, dat, uh, <laughs> ja, ja. maar weet je wat ook is, en ik probeer een beetje omdat ik militair ben geweest altijd, is voor militair heel moeilijk om naar die films te krijgen. Omdat ja. ze, nou ja, ze zitten er altijd naast. Nou heb ik wel al een trailer gezien. Dat geldt, voor, de, uh, dat geldt niet voor alleen voor militairen. Dat geldt ook, ik ja. weet het goed dat ooit toen ik klein was of jong was. Had je een serie die heette Transport... en dat ging over vrachtwagenchauffeurs en al de vrachtwagenchauffeurs waren al aan het zeiken. Nou, ik, heb, uh, uh, ik heb natuurlijk ook films gezien over filmmaken. en die worden dan nog zelfs gemaakt door filmmakers... en dan zie je ook soms dingen die je denkt... Uh, uh, dat klopt niet. Dus het is, je, hebt dan, je, hebt dan, uh, je wordt dan gehinderd door kennis, weet je wel? Dus... Uh, 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 uh. In heel veel van die dingen zul je gelijk hebben. En in heel veel van die dingen denk ik ook, ja, ook niet zeker. Weet je snapt ook wel dat het film is. Dus, nee, uh, ja, ja nou, dat snap nou, ik wel. Nou, ik, snap, ik dacht dat daar een goede, nou, uh, goede balans in, nou. uh, in moet zitten. Gebeurt dat wel eens dat military uh, operators, dat uh, commando's of mariniers of jongens van de luchtmobiele brigade meewerken aan een, uh, aan een bijna, film? Bijna altijd. Ja. Bijna altijd. Dus. Uh, uh, ik had uh, bij uh, Oorlogswinter. Ik vraag me uh, nu af welke uh, motherfuckers dat dan zijn, jongen. Ja, 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 nou ja, ik weet niet welke films je dan bedoelt. Maar ik weet dat in Oorlogswinter bijvoorbeeld, er uh, moest op een gegeven moment dat zo'n uh, werd, uh, werd uh, standrechtelijk uh, geëxecuteerd, uh, die vader. En uh, ja, dan moesten die. Uh, de, uh, moesten zo'n zootje van die Duitsers moesten daar naartoe marcheren. En uh, nou, dat zag er niet uit. Dat zag ik zelf. Oh, god, weet je, dat gaat helemaal niet goed, joh. Dat, zie, ik, dat ziet er niet uit. Dat, 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 niet iedereen kan dat natuurlijk dus dat hebben we toen helemaal opnieuw gedaan en uh, iemand bijgehaald en uh, uh, ja dus uh, en, en die heeft dat toen uh, gedaan en dan is het nog steeds uh, mm. op het randje maar uh, nou ja God ik bedoel ik weet dat ze bij de Oosten heel veel mensen erbij mm. hebben gehaald bijvoorbeeld en die hebben ze ook, die, hebben ze, die nou, hebben ze ook een training gegeven en zo ze hebben allemaal uh, mm. ja ik ben ook altijd benieuwd het wordt ook altijd wel een in Hollywood wordt het altijd heel erg overdreven weet je wel? dan heb je bijvoorbeeld uh, die, ik weet niet of je gezien hebt een film over de Tweede Wereldoorlog Fury en dan ja. wordt er echt gezegd van uh, met Brad Pitt hè? ja precies die hebben maandenlang hebben ze training gehad en er waren, waren dan twee weken echt uh, weet je dat ze ook echt uh, en ook uh, niet te eten hadden en weet ja. ik allemaal. maar dan denk ik allemaal ja maar weet je het is wel Brad Pitt dus er staat gewoon volgens mij toch altijd wat iemand met een badjas ernaast die even zorgt dat hij weer weer warm is en uh, weet je dat gelooft er niks van en als het al allemaal zo echt moet zijn waarom staat hij dan op een gegeven moment ik vind die filmpres prima maar maar staat hij op een gegeven moment staat hij dan met, met een uh, doet hij zijn shirt uit Ik fuck. ik, ik het eerste wat ik dacht is van hebben ze nou zijn hoofd op een een of andere bodybuilder uh, gezet? Ja. Dat is echt van, echt van, niemand in 1945 zag er zo uit. Zeker niet iemand die in een tank in, uh, in, uh, in Duitsland, hey. weet ik het allemaal. Ja. Mm -hmm. heb, jij, Martin, ja. heb, jij, heb jij iets met. Maar, 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 maar wat ik wil weten, heb je dan films die je wel uh, uh, goed vindt, uh, uh, waar je het militaire leven in ziet? Allemaal niet goed, nee. Ik moet ik ben ook een beetje een, een beetje of, aan het bitchen, als ik eerlijk moet zijn. Of een of jullie überhaupt er niet naar? Jawel, jawel. Maar uh, ik vind het moeilijk. Maar nou begrijp ik van de jongens van de commando's van die serie die er is. Hè, er is ja. een serie over commando's dat, ja. dat dat zij daar wel over tevreden zijn, oké. Okay. Ja. 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 ja, dus uh, maar voor mij is dat gewoon. Uh, ik weet niet waarom ik kan er gewoon uh, nee, maar ik snap het wel. Maar je zit er gewoon te, te dicht man. op als je, als je als je als je het weet hoe het allemaal zit. Ja. En, euh, euh, en, euh, en je ziet gewoon, overal zie je steeds euh, dingen die, die, die niet kloppen. Dan is dat, dan is dat frustrerend ja. om naar te kijken. Alleen, weet je, het, het, het sommige dingen... Maar ik hou genoeg ja. van film ja. omdat zeg maar, ja. euh, zeg, dat, maar dat te snappen. Maar een, een van de redenen waarschijnlijk dat jij in, 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 in het leger bent gegaan, is Omdat je het natuurlijk gewoon hartstikke stoer vond, omdat je op Pocket had hebt gezien en weet ik wat allemaal, geef me toe. Dat nee, is gewoon nee, wat er, nee, ik wilde eigenlijk wat voor, wat voor idioot ben jij nou? Ik, <laughs> ik was gewoon meelopen? Nee, ik, wil, ik wilde eigenlijk niet het leger in, nee. maar ik was een soort van, uh, ik wilde ook mijn vader een beetje impressen, ja, ja, ja. En toen bleek gewoon daarna dat ik, ja, dat ik er goed voor goed in was, dat ja, ik, uh, op talent, je ja, ja, dat ik dat talent voor had, weet je, ja. dus. Uh, maar goed, ik heb het toch 25 jaar volgehouden. 25 jaar. Jeetje. Ja, ik ben nou eruit aan het gaan. Ah. Dus uh, Nee, nee, nee. Ik, uh, ik heb daar alles geleerd. Ik ben heel blij mee. Ja. Jij zei toen straks dat je commercials wel eens schoot voor. Uh... Ja, ja, ik heb als commercials geleid voor, uh, voor het leger. Ja, klopt. Ja? Ja, ja? Uh, ja dat was uh, een bijzondere ervaring, was dat. Ik heb ook een aantal van die oude dingen van wel niet. Of weet het ook weer. Wat was het ook Wel geschikt, niet geschikt gedaan, en zo. maar die waren ja. meestal. In een situatie die verder niks met het, uh, met het leger te maken had, natuurlijk. Hè? Dus uh, uh, dan had je wel met, uh, met, uh, met legerluid te maken, maar je was nooit met soldaten of met ergens mee. Die laatste die ik uh, gedaan heb, is nu ook een paar te meten. Dat was, ging over, uh, weet ik veel wordt Technicus of zoiets, weet ik veel. En dan had ik, had ik dus, uh, er waren drie commercials voor alle drie de eenheden, heette het zo. Weet je, de, de Landmacht, de Luchtmacht en de onderdelen, ja. Onderdelen, een ja. uh, marine. En, uh, en, dan, en dan heb ik ook echt op, uh, op zo'n uh, zo zo huge uh, schip uh, ja. uh, gehad uh, en, uh, en er ook in geslapen. En dan, uh, en dan ben je ook bij die jongens en dan maak je dat ook mee. Uh, dat vond, vond ik wel uh, interessant om mee te maken, ja. 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 Heb je dan van tevoren, hebben ze dan, uh, komen ze dan met een, 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 een draaiboek of wensen aan dat ze zeggen van... Uh, Dit mag okay. niet en dat mag niet. En, uh, ja, of, ja, maar dat is, dat, dat is natuurlijk eigenlijk al een beetje... Commercial eigen, want je, ik maak niet zo'n ding voor mijn eigen artistieke. Ik probeer ja. er natuurlijk altijd wel iets in te doen wat voor mij interessant is en, uh, ja. en het, wat het leuk houdt. En zitten dat soort dingen zitten zeker ook in die commercial. Maar uh, uh, ik kan even denken, ik kan manieren. Ja, weet je, het, 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 het ging heel erg over de mensen die we casten. En, uh, en uiteindelijk ook draaide, wat de uitstraling daarvan was, weet je, dan uh, 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 yeah, maar, ja. Help me out, help me out, Martin. Ja. Dus, maar in mijn hoe ik het zie, wat de ja. oh, what the fuck man, we hebben hier uh, een van de beste uh, de Nederlandse filmregisseurs. Wat de fuck gaat die uh, clipjes maken of uh, reclames maken? Is dat niet een beetje zoals ik het zie? Ik vraag nou een B beetje: op stand. Uh, ja. Nou, nou, ten eerste betaalt dat heel goed. Dus, uh, uh, Money talks. Ja, dus dat, dus, en het is ook wel leuk om te doen. Weet je? Het, is, het ligt eraan wat het is. Kijk, ik heb ook wel eens helemaal aan het begin van mijn carrière... heb ik, weet ik voor, voor, voor soep of zo uh, commercials gemaakt... Ja, dan dacht ik op een gegeven moment wel van, ja, je bent gewoon met talent mee aan het vergooien. Maar zoiets, wat uh, wat, uh, weet je, wat ook wel cinematografisch interessant was, had er, had er zeker hier wat waar Er ja, zat helikopter shit in. En je moest, ik moest een helikopter regisseren en zo. Dat zijn dingen die je niet iedere dag kan doen. Dus dat is leuk. Dat is gewoon echt leuk om te doen. En ik vind het ook leuk om. Uh, uh, om in die wereld te duiken en gewoon met die gasten... Uh, weet je dan, want ik vraag dan heel veel, weet je Ik wil gewoon weten... Uh, ja, en en want ik wil ook weten, wat voor lui zijn dat nou, weet je wel... Die, die dat gaan doen en zo. Dat vind ik, top, vind ik interessant. En uh, um, ja, ja dat, was, dat was heel boeiend. Ik vond het echt leuk. Ja. Dus het deed niet alleen maar voor het geld. Nee, nee. nee. Maar als ik, als ik je zo hoor praten, mm -hmm. uh, lijkt het wel alsof het... Uh, ik zeg niet dat het niet... Dat het uit je comfortzone is... maar meer een... ik ga iets doen... wat ik niet altijd doe... en daar kan ik van leren. Ja, maar dat doe je toch altijd? Dat doet er altijd... Uh, uh, probeer je jezelf uit te dagen... en, uh, en nieuwe dingen te bedenken. Uh, ja, en ook niet te ver... want je moet ook... Uh, ah, zeker in film. Mijn eerste films... dat was eigenlijk alleen maar... de hele tijd van... oké, okay, ik heb dit nu gedaan... Wat, ik ga nu een hele andere kant op. Weet je wel? Dat, was, dat heb ik een aantal. maar op een gegeven ogenblik... Land je dan? En bij mij was dat bij Oorlogswinter. Bij Oorlogswinter dacht ik: van, oké, okay, nu. Uh, nu weet ik wat ik moet doen. Nu, 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 nu ga ik een euro opbouwen, zeg maar. I did, ja, ja, I did yeah. it. Ja. Zijn, Godverdomme, Matt, je bent één film verder. Oké, okay, mm. wel een goede film. Ja, What ja. The fuck. Ja, maar dat is het beste. best een ding filmmaken. Dat kost gewoon. Ja, dat is niet iets wat je zo. Nou ja, trouwens, je hebt wel mensen die het wel gewoon zo doen, maar dat doe ik niet meer. Ik ga niet meer uh, gewoon film maken. Het, uh, nee, hmm. maar volgens mij ben jij best wel uh, picky. De heel erg, ja. Ja, dat is ook goed, want ik heb ook begrepen dat je uh, gewoon grote aanbiedingen hebt gehad. Die ja. heb je afgeslagen. Ja. En uh, dat, 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 ik denk dat, het, dat dat goed is, want uh, is het true? Heb je uh, ja, ja, ook nee. nee gezegd tegen de film met Robert De Niro? Nee, niet met Robert De Niro, Al Pacino. Al Pacino. Ja, ja. met Al Pacino heb ik nee gezegd. Zijn er de fucking twee die je kunt verwisselen en ik doe het. Hè. Ja. <laughs> ja ja nee daar heb ik nee op gezegd maar ik vond het echt gewoon een godschuwelijk slecht script dus uh, dan ik ik dacht echt van de staak straks die dat zou in Marokko gedraaid worden sta ik dan in Marokko sta ik dadelijk tegen met, met El Pacino daar en dan zegt hij dan vraagt hij mij van, maar Martin wa, waarom, waarom waarom moet ik dit doen wa, waar, dan zeg ik ik heb geen <laughs> idee geen idee weet je dat denk ja dat wil je ook niet zijn weet je dan sta je even met El Pacino dan sta je voor lul weet je wel? dat uh, of dat je allebei weet van we nee, ja, staan hier allebei voor het geld en uh, ja dat is niet leuk ja ja, 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 ja. Je bent wel bezig met een nieuw project, hè? Ja, ja Ik ben aan het schrijven. Ja, ja, ja. Een thriller. Um, mm. Speelt zich af in Indonesië. Ja, specifiek in Jakarta. Dus het is een, Jakarta. Een, uh... hmm. Tijdens de, wat is het, de politieke acties? Nee, voor nee, nee. Het, zit, het zit ervoor. Het zit nog zelfs voor uh, überhaupt de, de hele onafhankelijkheidsoorlog echt losbarst. Het is, het is het moment na de Tweede Wereldoorlog dat de Engelsen daar zitten. Ik weet niet of je een beetje weet hoe dat zat daar. Maar die Engelsen die waren de eerste. Die waren daar neergezet om zogenaamd dan de rust uh, te laten wederkeren. En het zit op het moment dat zij eigenlijk uh, langzaam eraan denken om weg te gaan. En de eerste Nederlanders komen dan alweer uh, daarheen. En, de, en, en, uh, en, en eigenlijk in de limbo tussen de twee oorlogen, eigenlijk. Hoe zeg je dat? De. de Interbellum, geloof ik dat je dat noemt, uh, die, uh, ja, ja, ja. die, 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 uh, en dan... Uh... Maar als jij zegt limbo, dan denk ik, heeft die pakker een nou over nee, 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 je, <laughs> je weet niet wat limbo is. Ja, between limbo. Tussen ja, limbo is eigenlijk gewoon het... Uh, het tussen twee werelden in, kan nou, dat? ik geloof dat het eigenlijk komt uit de Bijbel, hè? Dus het moment dat je, voordat je naar de, naar de, naar de hemel gaat, en het niets, en het, en, en, en het uh, tussen de dood en, uh, en de hemel of de hel, dan heb je, daartussen zit limbo. Daar zijn gewoon series van. Dat heet Twilight Zone, Oké. Okay. <laughs> de Twilight ja. Zone, weet je nog? Nee. Ja. Dus hoe 80% zei je? Zit je daar ja. Ik vind wel wel dat het, dat het tijd wordt voor weer een uh, callover film Mart. Ja, dan zou ik, ik het gas erop doen. Ja. ja. Maar neem je dan gewoon. Um, dus blijkbaar kan jij gewoon zeggen, nee, het moet gewoon goed. En ja. ik neem daar de tijd voor. Mm -hmm. Heb je die uh, luxe in inmiddels door je films vergaard? Dat je die uh, vrijheid hebt? Je... Uh, het heeft er ook mee te maken dat ik. Uh, uh, het, het heeft met financiën te maken. Ja. Hè? Dus uh, ik heb andere dingen waar ik ook geld mee kan verdienen. Uh, onder andere die serie. Kijk voor Koolhoven. Uh, ja. En ik, ik heb een theatershow gedaan. Uh, de, uh, en ik doe. Uh, dingen voor bedrijven. Dus uh, als uh, uh, ja. Er zijn twee dingen waar ik. Uh, waar ik echt verstand van heb. Waar, waar bedrijven mij voor vragen. De ene is eigenlijk uh, over leiding geven. en de andere over uh, storytelling. En, dan de, en, dan, uh, en dat soort dingen doe ik. En, uh, en in het land heb ik ook. Uh, uh, in bioscopen. waar ik. Uh, waar ik uh, dan een uur praat over film. en dan film laat zien. dat zijn allemaal dingen waar ik ja. geld mee verdien. En dat koopt me. Uh, uh, tijd. Dan ja. Daardoor. Uh, kan het gewoon kan ik wachten tot het echt goed is. Ja, ja. Ik had een beetje, ik, had een beetje ik Kijk ook even naar Jordi. Ja. Want je had het over uh, leiding geven. Ik neem aan dat je dan doet spreken. Ja. Eh, en ik moest denken aan dat het verhaal wat je vertelde. weet je Met eh, Al Pacino, dat je dan op set bent. Yeah. En, ja, wat ben ik eigenlijk aan ja. doen? Maar ja. soms vanuit defensie krijg je een opdracht. En dat moet allemaal heel snel. En dan ja. weet je echt gewoon eigenlijk niet wat je aan het doen bent. Nee. Maar dan doe maar je, als je het. Maar dat doe je wel. Ja. Alsof je het fucking weet. weet doe, je, als fake it je af, till you make je it. De, ma ja, fake it till you make it. Als, altijd als ik op de set sta. Dan, ja. uh, 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 dan, uh, dan, dan Maar dan wil ik ook gewoon... Uh, kijk, het is anders als je daar gewoon als, uh, als uh, uh, soldaat ergens toegestuurd wordt. En dan gewoon maar er doorheen bluft. Um, uh, maar het is, het is wel zo dat je in principe toch hoopt dat jouw leidinggevende een beetje weet wat hij aan het doen is, toch? Ja, precies, maar als hij niet de, weet, you gotta fake it ja, till you make it. it. altijd. Dat is uh, het beste advies wat ik aan jonge regisseurs uh, kan geven, met, uh, met fake it till you make it. Gewoon. Ja. Uh, je, je noemt jonge regisseurs. Ik, uh, ik wil het ook eens even kijken, we hebben over een uh, oude regisseur. Ik, ik ben ook wel fan van zijn films, Dick Maas. Ja? Maar dit is echt compleet eigenlijk, zoals ik het zie, opposite. Wat... Uh, Dik doet vaak veel dingen vind ik met een uh, knipoog. Ja, en dat, dat vind zijn de hilarisch. Ja, ja is ja. het ook? Als, als Dick dik uh, lekker, lekker aan de gang is, is het hartstikke goed. Ja, zeker. Ja, geweldig. Ja, het, hè? ja tuurlijk man. En uh, uh, wat was het nou? Ik zag laatst, zag ik het uh, begin van uh, Amsterdam weer. Dat is echt goed hoor. Dat is echt uh, ja, echt goed. Ja. Opening scène. Ja, dat onder water, weet je, dat dan helemaal dat die lang. Ja, Mes. Ja, en dan ja. uiteindelijk, uiteindelijk dan die, uh, wat is het, uh, uh, dat ze dan in die uh, wat is een zo ding, zo'n uh, zo ding, waar dan die kinderen in zitten en dan uh, zo'n bootje. Zij. En dan hangt zij? Hangt ja, zo'n heel, uh, ja, dat zegt wel. En dat is wat ik er ook echt goed aan vind, is dat het een, uh, en dat is iets wat je in het buitenland meer ziet dan in Nederland. En Dick snapt dat, is dat het een volledig filmische realiteit is die alleen kan bestaan in film. Ja. want als je erover nadenkt, dus je, iedereen kan die scène wel herinneren en dan heb je zo'n zo zo rondvaartboot. Dat was het woord wat ik zei. Dat helpt ik niet jij. De rondvaartboot nee. en dan zitten al die kinderen erin en dan zijn uh, lekker bezig en in één keer komt er gewoon hangt er gewoon een fucking lijk hangt daar en die gaat zo wow, helemaal over dat ding, en in, in, in zo'n ja. gat wat dan in de en de, de bovenin zit en die hangt er, komt er zo wow, zo in en al die kinderen geweldig. Ja. Maar ja, dat betekent dus wel dat we daar gewoon al, weet ik het, hoe lang urenlang in Amsterdam dan een lijk daar gehangen zou moeten hebben, wat niemand gezien heeft. Nee, maar Dick al, heeft dat, daar scheid aan. Ja, maar dat is, zo hoort het ook. Weet ja. je, dat is gewoon op dat moment, wat Spielberg ja. ooit noemde van uh, hard rennen en hopen dat niemand de sporen in de sneeuw ziet. Precies. Ja, ja. Spielberg zegt dat bijvoorbeeld ja. met de, met de haaien. Ja. Dat is echt, de crew, zegt, ja, op het einde gaan ze die haai laten zien. Want, uh, ja, maar iedereen ziet gewoon dat die nep is. I don't care. Ja. Als, als ik ze twee uur lang uh, heb geboeid, uh, ja. weet je, heb weten te boeien, ja, dan, uh, dan maakt dat niet ja. Nee, dat is mijn, uh, trouwens mijn nummer één film. Uh, Jaws is ook het meeste werk. Ja. Ik, uh, ik, ik geloof dat ik heel lang IT uh, um, e. en uh, misschien Close Encounters zijn beste films vond. Maar ik ga steeds meer van Jaws houden. Hoe vaak, die, die, die films worden niet slechter, hoor, trouwens. Maar Jaws wordt gewoon steeds beter. Ja. Ja, maar ik, ik vond hem altijd goed, maar zo'n beest van een film is zo goed gemaakt. Het is echt fantastisch. Ja, en de omstandigheden. Of, ja, dat speelt dan ook mee. Maar ja, dat mag ja. eigenlijk niet meetellen, natuurlijk. Want uh, de film is de film. En, uh, eigenlijk zou je gewoon die omstandigheden weer moeten vergeten. Maar het is ook niet, goed dat, het is ook niet zo dat, het, dat die film door die omstandigheden goed is. Ja. Het is alleen maar, als je weet wat de omstandigheden waren, dat het nog knapper is dat het zo goed is. Dat, ja. ja. De, Bewijs, gewoon zijn vakmanschap. Ja, ik vind specials altijd uh, geweldig ja. bij, uh, ja. bij, bij films. Daar, daar koop ik eigenlijk nog meer. Vroeger kocht je daar de DVD voor. Dus ik hoop dat je ooit als er hier een. Hij is wel op 4K nu gekomen. Ja, in Duitsland, is hij inderdaad op 4K. Er zit ook wel uh, wat extra's bij, is een boekje bij en zo allemaal. Dus dat, dat is wel. Uh, ja, maar zo, ik gewoon, zou graag uh, van jou, directors commentary, uh, horen. Van, dat je ons meeneemt door de film. We hebben ze niet gevraagd, want Zakt het wel gedaan? Damn. Ja, moeten ja. ze. Ja. Ja. Ja, ik ga er wel een doen nu binnenkort van, ja. uh, van Amnesia. Die komt ook op Blu-ray. Dus dan, uh, daar ga ik er wel een doen. Ja. Ma ja. ma mag ik dat één ook zeggen wat je tegen me zei dan? Wat misschien op Amnesia? Niet... Wat, wat zei je? Had dan? Me, je had me uh, iets gestuurd van. Uh, nee, nog even mee wachten. Want dat wordt misschien een extra bij Amnesia. Oh, nee, zeggen we niks over. Nee, nee oké. Okay. Nee, nee, nee. Cool. Oké. Okay. Nou. Uh, even terug naar Jos. Ik heb in de, bij de extra's die scène gezien. Ja. Die gast in, de, in die boot. En uh, op, uiteindelijk wordt zijn been eraf gebeten. Ja. Ja, die is, dat, is de kat, dat, dat is in de film gekomen. Maar in de andere scène, dus een deleted scene, is er, uh, zie je de haai echt onder water komen. Ja. En hem rustig oppakken. En heel langzaam meenemen. Oké. Okay. Die heb ik nou gezien, die, no, die, uh, die, 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 die scène volgens mij. Heeft die, uh, ja, die is eruit gesneden. Ja. En waarom hebben ze eruit gesneden, weet je dat? Ik, ik, te grof, te grubelig. Ah. Maar, maar dat zie je ook, dat zie je gelijk als je dat ziet. Is wow. Ja. Want wat daar fucking bruut naar voren komt, is gewoon dat dat dier, want dat is een beest, heeft nee. hij gewoon schijt aan jou. Ja. Dat is, vind ik ook zo goed met de film Rogue. Over die grote krokodil, ja. Australië. Zie je ziet op een gegeven moment dat die krokodil, die pakt gewoon dan, zeg maar, een, een slachtoffer op en dan heel rustig ja En John zit toch ook op een gegeven moment hij zegt het toch ook weer die scène dat hij op een gegeven moment zegt van uh, weet je ieder het is gewoon weet je hij kijkt naar mij het looks at you with the, with, 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 the eyes with the black, ja, black uh, eyes black ja, eyes ja. gewoon het, je bent niks Het interesseert hem niets nee. ja, nee. militairen noemen dat zoals Kubrick dat zei in uh, in uh, Full Metal Jacket uh, the thousand yards there ja right. ja ja, ja. ja man ja. de zombie ja. de zombie look heb je ook maar zombiefilms, heb je dan? Met... Jazeker. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Ik ben. Uh, maar ik ben vooral van de oude, hè. Dus uh, uh, de Romero, uh, George A. Romero ja. is degene die uh, het uh, genre zoals we het nu kennen, eigenlijk uh, uh, heeft uitgevonden. De, daarvoor bestonden ook wel uh, zombiefilms. Dat waren allemaal, die waren meer, hoe heet dat? Uh, uh, eigenlijk geënt ge op een, een, de, de mythe uit Haiti. Hè? Want mm. dit, komt, dit heeft een, 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 een soort van waarheid uh, onder. soort van voodoo. voodoo ja, precies. Ja. En, uh, uh, maar hij heeft op een gegeven moment Night of the Living Dead gemaakt. En, da en toen introduceerde hij de zombies zoals we die eigenlijk nu allemaal kennen. Weet je wel? Dat je, ja. je moet, uh, de, 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 het brein uh, moet... Het is eigenlijk gewoon uh, de, nog maar een heel klein gedeelte van het, uh, van het brein wat, wat leeft. Ik ga gewoon doorpraten. En die... Uh, en, uh, en die uh, en uh, uh, and, and dat is heel primair. En de enige manier waarop je waarom je, je dood kunt krijgen is destroy the brain. En, uh, en dat hele al, alle uh, mythologie daaromheen, dat komt allemaal van hem. En dat is uh, uh, en die die, uh, die en dan eigenlijk de eerste vier films. Want ik vind sommigen vinden de eerste drie, maar ik vind de eerste vier vind ik uh, vind ik, uh, vind, ik uh, vind ik heel goed. Die, uh, van die, van die, van die uh, uh, reeks. Ja, films. Ik, heb, ik heb ze heel lang geleden toen ik nog jong was, heb ik ze gekeken. Ik hmm. was als kind echt gefascineerd door uh, horror en dat is hmm. ook eigenlijk mijn samen met jij, ja, met je beste uh, favoriete genre denk ik. Ja. En horror dat zijn ja. echt. Uh, maar ja, ik vind uh, ook horror tweede. ook te gek. Ja. 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 Ik heb um, ik heb de laatste Texas Chainsaw Massacre gezien. Is dat is dat bedoel je nou die de... op Netflix is gegaan? Is dat een, de remake en daar vervolg op of zo? Ik weet niet wat je bedoelt met de laatste tekst. Ja, tegenwoordig heet alles een reboot, Er Het is nu een derde, een derde uh, verfilming van hetzelfde verhaal of zo. Ik ja, heb geen idee. Maar, maar, maar. deze is... Uh, ik, ik vind hem best wel uh, goed. Alleen wat mij de laatste tijd opvalt met hmm? films en op Netflix... is dat uh, volgens mij uh, dat, uh, het schrijven is... Uh, ze missen goede schrijvers of zo in Hollywood. Ik weet het niet. Het lijkt wel of ze briljante scènes hebben. Ja. En daar ligt de focus op. Ja. En het verhaal, ja, daar doen we niks mee. Ja. Snap je? Van dat, 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 dat het punt is van... Uh, dit moet tof geworden worden. Je moet van de ene piece en naar de andere setpiece gaan eigenlijk. Dus ja, ik, weet, ik heb hem niet gezien, dus ik kan er niet over oordelen. Dus, uh, maar hij is wel heel vermakelijk. Ja. ja, ik moet je zeggen... ik vind de originele Texas Chainsaw Massacre fantastisch. En wat heel... Die van Toop Hooper. Ja, precies. En die heeft dus een vervolg gemaakt... die heel veel mensen kut vinden. Maar die is fantastisch... Texas Chainsaw Massacre 2 is geweldig, ja. echt een fucking deranged motherfucking film, echt uh, heel goed is die. Ja man. heeft heel, maar ik denk ook dat mensen het slecht trokken dat hij uh, dat die, de, hij is gewoon heel anders qua sfeer. K hij, is, uh, hij is, hij zit humor in. Het is, uh, het, het, hij is ook naar. Het is, het is een hele rare film is het. Maar ik vind hem echt gek. Ja. Ja, ik denk dat mensen gewoon die link niet kunnen leggen met uh, de, de uh, comedy. Ja. Aan de horror. Nou, weet je, element, als, als, je als je op zich is dat een beproefde uh, er zijn best wel veel films die dat ook doen en die dat goed doen. Maar als je een vervolgfilm maakt op een film die zo'n enorme status heeft en, 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 je, en je gaat gewoon iets maken wat qua sfeer anders is dan het origineel, dan zijn er gewoon een hele hoop mensen die gewoon teleurgesteld zijn. Dat is dat, uh, dat, eigenlijk, er zijn, weet je welke, er zijn twee films waarvan ik weet dat, dat ze het gedaan hebben. En waarbij het echt gewoon omarmd is... en dat mensen het uh, echt geweldig vonden. Dat is Alien. Daarna is Aliens gekomen. Dat is niet... Ja. Want de eerste is een horrorfilm. En de tweede is eigenlijk een actiefilm. Een actieoorlogfilm ja. eigenlijk. En uh, uh, met een, met een sciencefiction uh, sausje. En, uh, en de andere is Mad Max. Als je Mad Max... Uh, de eerste Mad Max ziet... Die tweede Mad Max is echt anders. Dan is het echt... Uh, dan ja. is het in één keer de Apocalypse uh, geweest... en dan zit je in een hele andere wereld. En... Die film is echt beter dan het origineel zelfs. En, die, uh, en, die, 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 en de eerste was een hit, maar die tweede was echt, gewoon echt een, uh, een game changer. Oké, okay. ja, ja. okay, Martin, ja. komen nou de Hollywood motherfuckers komen ja. naar jou toe. Ja. En zeggen oké, okay, listen up, Koolhoven. Pick, uh, your, pick uh, your remake. Een remake? Pick your remake. Oeh. Pick a movie, you can do a remake. Ja, ik geloof niet dat ik dan. Kijk, eigenlijk wat, uh, wat ideaal zou zijn, is uh, bijvoorbeeld the thing. Dat is een remake, de Thing van, uh, van Carpenter. Dus uh, en dat origineel is gewoon geweldig. Echt een goede film. En uh, hoe heet die? Uh, uh, Carpenter, die vond dat ook gewoon een geweldig. Dat is gewoon een, 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 van de, een van zijn uh, favoriete films. En uh, dus toen hij gevraagd werd om daar een remake van te maken, toen dacht hij: van shit man, hoe moet ik dat doen? En toen is hij dat boek gaan lezen. En toen kwam hij erachter dat het boek best wel anders is dan het, uh, dan het origineel. Toen dacht hij: maar wacht even, maar dat gives me, a, weet je, dat, dan heb ik een idee over hoe ik het moet doen. Ik moet gewoon dat boek verfilmen in plaats van gewoon een remake doen. Dus, en er zijn best wel veel films die, uh, die, uh, uh, die, die goed zijn. Uh, maar die best wel afwijken op de een of andere manier van, uh, van, van, de, originele, van de originele film. Dus als je zo'n soort uh, of originele verhaal, het originele boek. Dus als je zo'n soort... Uh, daar zijn best wel films van. Uh, bijvoorbeeld, oké, okay, I Am Legend. Er, heeft een, er zijn drie verfilmen... Oh, drie of vier? Die zou je willen doen, I Am Legend? Ja, om, omdat ik gewoon het einde wel eens een keer wil doen. Niemand heeft het einde gedaan, de klootzakken. Dus gewoon... Uh, dus, uh, ja, die zou ik wel willen doen, bijvoorbeeld. Okay. Ja. Wow, 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 wait. Ja. Even vast houden, we nou zijn los. Ja. Speaking of einde en boekverfilming. Ja. Jan Lauw, Wolkswinter. Ja. ja, dat is ook een... Ik, uh, heb, het, ik ja. heb het boek niet gelezen. Um, het einde... Het spoiler alert, ja, ja. doe je vangen, oren ja, maar dicht. Schiet hem neer. Hij schiet uh, om in zijn rug. Ja, om Klopt, ja. Is dat ook Gaat dat ook zo in het boek? Nee. Waarom kies je daarvoor? Nou, 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 zou ik je zeggen, hij, hij schiet hem helemaal niet neer, zelfs in, het, uh, in, het, uh, in, in de film. Uh, of in het boek. Uh, in, uh, in het boek wat er gebeurt is dat uh, hij, hij staat eigenlijk op dezelfde soort situatie en hij rent weg. En dan is het eigenlijk de omstandigheid, door toeval, of je zegt het lot of hoe je het noemen wil, komt een vliegtuig of zo en dan wordt die geraakt... en op die manier gaat hij dood. Ik vond het een beetje een kappa. Of zeg je dan een beetje laf? Uh, ik, ik vond dat uh, als je hoofdpersoon, uh, die moet, uh, dat is het eerste, die moet, uh, uh, hij moet ervoor zorgen dat uh, Oom-Ben wordt uitgeschakeld. Want dat is gewoon, dat is wat ervoor staat. Als hij niet uitschakelt, is... Dus alles daarvoor is voor niks geweest, Klopt. Heeft hij zijn, ja, dus hij moet uitgeschakeld worden. Nou, dan heb jij nog, maar waarom dan in zijn rug? Want dat, dat is dat precies wat Jan Lau ook aan mij vroeg. Ja. Uh, uh, en dat heeft hiermee te maken. Dat als, je, als je weet dat, uh, uh, waar gaat de film over? De film gaat over uh, het verlies van onschuld. Dat is waar de film Wa over gaat. Wacht, mag ik even ja. staan? Ja. De... Ik, ik vind, ja. ik ben van mening dat hij het juist verdient om in zijn rug neergeschoten te okay. worden. Alleen als hij denkt van ja. dat hij hem... Het gevoel geeft dat hij hem laat gaan. Ja. Als dat de gedachte achter is... Ik hoop dat je dit nu gaat zeggen. Nee, het is nee. zo. Nee, nee, nee. Nee, dat is het niet. Het is, ik, eigenlijk vind ik dat je films niet moet uitleggen als filmmaker. maar Iedereen moet zijn eigen. Want als jij dat... dat Verpest ik ja, dat jouw mijn, idee. Ja, uh, dat is mijn... Uh, ja. uh, uh, dus ik trap... Maar oké, okay, ik ga het toch doen. Uh, 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 mijn idee was niet op die manier gedacht. Het is... Het, is, het, is, uh, het gaat over een jongetje dat heel erg graag volwassen wil zijn en ze vindt zichzelf volwassen en wat doet hij? Hij gaat hij, hij 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 wil niets liever dan eigenlijk bij uh, hoe heet dat? Um, Ondergronds. Ja, de resistance, we zitten verzet. verzet. Ja. Uh, en um, en dan uh, dan krijgt hij door omstandigheden de kans om dat te doen. En hij beslist zelf om niet met dat, uh, met dat briefje naar zijn, uh, zijn oom te gaan, die natuurlijk gewoon veel beter zou kunnen. Hij neemt zelf dan de, die stap. Maar wat het eigenlijk over gaat, is dat hij, hij he gets more than he barges voor. Hij gaat gewoon iets doen, waar die eigenlijk gewoon als dat gaat het einde van hem als kind betekenen. Dus, hij, dus dan denk ik oké, okay, dus als je vertelt dat de oorlog je uh, op een eigen een vervelende manier volwassen maakt, dan moet je dus ook een, een daad doen die dat. Dus hij moet iemand neerschieten. Waar hij van houdt. En dan, ja, ja. Moet, en dan dacht ik: van, dan moet hij dat ook nog eens doen. op de meest, dat klinkt heel stom, maar eigenlijk de meest traumatiserende manier die er is. Namelijk iemand in zijn rug schieten. Dat is namelijk heel erg. Dat is niet, dat is, dat is niet heroïs om dat te doen. Dus hij moet iets doen wat hem, wat hem het meest raakt. Daarom heb ik het uh, uh, zo gedaan. Wel ja. Toch, dankjewel voor je ja. uitleg. Hoor. Ja. Want inderdaad, dat hoef je eigenlijk helemaal ja. niet te doen, want het is aan de kijker zelf. Ja. Dus, maar ja, ik vertelde jou hoe ik hem, ja, 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 ja. hem opvatte van tevoren. Dus nee, maar dat is ook omdat ja. je hem, dat waardeer ik ook heel erg in Oorlogsmint. En ik heb hem ergens nog gekeken, hè? omdat hij, uh, je bouwt hem, uh, vind ik goed op zeg maar, ja. als, als het is een dappere jongen. Ja, ja. Naïef, ja. maar hij wel klopt. Nee, precies. Hij neemt nee, nee, ja. het takes charge en hij doet echt gewoon. Nee, dat klopt. ja. ja, ja. Dus, dus ja. daarom kon ik zeg maar, zoiets van, uh, omdat hij zo zeg maar, door de film is gebouwd. Bijna, bijna, ik... bijna anti-Nederlandse. Uh, Meestal zijn yeah, de Nederlandse yeah. films zijn dan over die slampampers. Maar dit is inderdaad een jongetje die, uh, die, uh, die, uh, die een wil heeft. Ja. Die, uh, en, die en, 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 en durft. Ja. ja, ik zie hem nou ja. Oh, die scène, Daar, pak hem eens terug, Jordi. Welke dat die? Uh, die ja. ja, nou kan het nu, nu ik je toch hier heb. Heb ja. je daar nou voor bewust voor gekozen? Hij komt aangerend, hè? Ja. En op een gegeven moment, precies het shot wanneer hij over de muur wil gaan. Kijk, die en schoten en van die. Uh, ja, ja, en dan komen die 2000 zonen ja. die pakken hem vast. Precies de, in dat shot is zijn vader uit beeld, zeg maar. Je ziet de twee anderen die hmm. geëxecuteerd worden. Ja, ik weet niet of het gebeurt, maar. Ge nou, prachtig. Het, 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 of ik dat nou precies. dat, dat is ook wel lang geleden. Hè? Is ja. geleden uh. is het is lange man. 2008. 2007. Ja, dus dat is gedraaid in 7, denk, ja. nee, denk ik. Of ineens wel, denk ik nog in 8. Nou, weet ik niet meer. Maar dat kwam. Eind 2008 kwam je. Ik denk dat ik... Ik denk dat, dat 2008 is. Nou ja, dat is, dat is lang geleden. En die, uh, 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 Ik weet. waar... Het... Bedoel je het shot dat die. Dat hij, hij er overheen springt die, en dat, de, dan, en dat en, hij dan die, die kogels ziet. Dan, en dan dat en moment... Precies, ja. en daarna ja. ligt zijn vader ook. Ja. Dus ja. Uh, het is super dramatisch, ja. maar je bespaart uh, ons het, uh, het moment... kogelinslagen ja. op de vader. Ja. Dat wil ik dan ook niet zien, weet ja. je. En uh, met die scène daarnaartoe, ja. dan is het denk ik ongelukkig. Oh, ja, is niet En dan gelukkig. Dan daarna, en daarna ja. zie je hem liggen. En dan helemaal aan het einde krijg je nog dat bloed wat dan... Uh, ja, nee, dat is wel... stuurlijk is, is dat expres. Ja. Ja. wat heb jij Nee, nee. Ik, dacht, ik dacht je bedoelde dat... Wat, 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 een van de dingen die heel moeilijk was aan het, uh, aan, aan het shot dat hij springt, is om dat te timen. Dat, dat als hij dan springt dat, 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 en dat dan precies op dat moment die kogels dan... Dat kan me nog herinneren dat we daar heel erg mee bezig waren, ja. Ja, dat uh. is precies dan valt die uh, vader mm. ook weg. Mm. Jij hebt wel wat met bloed trouwens. Dat vind ik echt... Uh, <lacht> <lacht> nee, all, echt je, On point. Bij jou klopt gewoon ja. bloed shit allemaal. Ja. Nou, het is wel. Uh, dat heb ik ook volgens mij een keer uitgelegd in, uh, in, uh, uh, in de kijk voor over. Ik vind dat altijd gezaaid met bloed. Omdat ik ik, vind, ik. ik heb zoveel films gezien, met name de jaren 70 en 80, waar ik het bloed niet geloof. En als uh, ik. En als ik toen, en als het ook bloed. en dan. van zeg ik wil het van tevoren zien en dan uh, oké okay, goed en dan op het ding en kijken hoe het eruit ziet en en en, en, dan, en dan sta je op de set en neem het is niet wat je hebt nee 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 nee, nee terug weet je wel. dan moeten we weer nieuw en dan moeten we weer... ik vind het uh, ik vind het vaak te rood ik vind dat het, het donker en ik weet niet eens of het nou uh, hoe, hoe of het nou realistisch of niet realistisch het is het is gewoon hoe het in mijn hoofd zit en, uh, en, en zoals ik vind dat het moet zijn nou, ja nou, ja Realistisch, ja. Nou, dan, 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 dan doe ik het goed. Dan lijkt ik, nou krijg ik het godverdienst horen. Ja, ja we gaan door. Oh, Jongen, ja. die veren die ja. komen ja. nog, ja. nog ja. die komen nog meer aan man. Nee, ja. want ik ben luister, Ik ben gewoon echt een filmliefhebber. Ik ben geen filmkenner, ja. daarom nodig ik jou uit. Weet je, ja. omdat ik bepaalde dingen gewoon uh, wil weten en enthousiast van word. En ik word al enthousiast. als je als je allemaal dingen, dingen vertelt over de, de films die jij ja. hebt uh, geschoten, dat is gewoon fucking, uh, fucking awesome. Maar wat je ook awesome doet, dieren. Ja, die, gaan, die gaan er wel vaak aan, hè, bij mij. Ja. <laughs> ik heb allemaal beetje doodgemaakt. Zo'n motherfucker, ja, ja. dat ik soms denk. In oorlogswinter dacht ik, dat is, want ik heb vaker in geslacht, dat is echt konijn. Ja, maar dat is het ook. Dat is gewoon echt. nee, ja, maar dat is als mijn. Een jasje eerst, een... ja. echt, alles, alles wat echt. Nee, dat. Die, die, en dat, dat die, krijgen we ook bij militaire oefeningen. Die, Leer die, je die, 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 die gebroken poot, die op een gegeven moment van. Uh, een paard. Van ja. paard. We gaan zo ook van. Dan gaan ze een poot maken. Nee, 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 We gaan gewoon echt poot uh, gaan we gebruiken. En dan, ja, waarom zijn godsnaam dingen nep? Doen als het. Uh, nee, nee, nee. Ja, wacht, uh, even, wacht even. Wacht even. Je bent me nou aan het. Nee, het is een echte poot. Alleen je ziet nooit dat die poot aan dat paard zit. Snap je? Dus het is een losse poot die van een, een, van een, van een doodpaar geslachtpaar en, precies, ja. ah, de en de daar avond. hebben we dan weer uh, een wond uh, een, uh, in gemaakt of iets. En, en, en die hebben we dan, daar zit hij dan aan de trek. Maar het is wel een echt, een echt been, ik mag een poot zeggen. Een been. been. Ja. Oh ja, edeldier. edel, je, edel ja. ja, ja, ja. En natuurlijk, en, en uh, de, de schapen ja. in Brimstone, die dan op een gegeven moment, daar, ja, het is gewoon, jij, ja. doet, jij doet het gewoon fucking awesome. Ja. De schildpad bij, zoals heb wel, ik wel ook getwijfeld toch? is nep want dat is een beschermd dier dat mocht ik niet oké <laughs> oké <Okay, okay. laughs> ik dacht uh... tenminste die hij is de hele tijd echt maar als zijn kop eraf gaat is oh. dat, dat is een neppert maar dat, ik dat ik wel echt goed uitzien ja. oh uh, hoe mm. weet die heet het ene karakter ook alweer uh, wiets uh, die ligt bij de uh, ja, Zwier. Zwier. Ja. daarvoor kan ik kan dat zo waarderen van jou mm. je doet die shit gewoon de ligt dat ligt helemaal niet iemand zo in bad weet je die mm. met ze Polsjes ernaast en mm. zo. Weet je, nee, deze man lag gewoon zo ja. in zijn bad gegleden. Dan ja. denk ik, ja dat, ja, dat geloof ik eerder. Ja, maar dan zitten we dan zijn het het heftig, maar, ik, ik, ik ga niet zeggen van, oh, het ander. Ik doe het gewoon zoals ik denk dat, ja. het, dat het er goed uitziet of zoals het is. En dan, uh, dan uh, uh, dan, dan, blijf, dan heb ik uh, dezelfde gevoeligheid op dat vlak als jij. Dat ja. is dan een. Uh, maar het is een heftig shot, ja. vind ik. Daar is het ook ik... uitgesteld. Dus de, de, ja. de eerste, dan, uh, als hij dood is, de eerste keer dat, die, de, dat je snapt dat hij uh, zelfmoord pleegt, dan zit, ligt hij in bad en dan komt er zo'n een beetje een rode waas in het water. Dat is dan denk je. oh ja. god. En dan naderhand gaat uh, Caris erheen en dan blijf ik op de rug. Dan, dan, uh, dan, dan zie je niet. Uh, ja. wat zij ziet. En dan pas daarna... krijg je dat shot van boven... waarin hij als een soort fruit ja. is in dat... Uh, ja, precies. Ja. Wat jij... Ja, ik weet dat Suzy Q... een uh, uh, tijd terug is. Dus het is je debuut. Debuut, moet ik zeggen. Nou, in ieder geval... Uh, mijn eerste lange film. Lange film. Ja. Um, wat heel erg... Op, wat mij in ieder geval heel erg opvalt... is dat je uh, in die film... En ik weet niet of we het te maken heeft met karakters introduceren. Ja. Alles is close. Ja, die film, die. Uh, uh, dat is inderdaad. De film die film is heel veel close. Hebt. Dat was. Dat, het was ten eerste misschien ook wel omdat het oorspronkelijk voor televisie is gemaakt. Maar ik, uh, ik vind nu zelf. Vind ik eigenlijk wel misschien dat het. Niet zozeer dat het allemaal te close is. Maar dat ik ook wel wat totale mis. Maar dat was toen ook voor mij. Het, ik, ik, ik wilde geen establishing shots, zoals je dat noemt. Weet je dat je, dat je ziet hoe de situatie is en dat je een soort wijershot en dat je dan naar de klooster gaat. Omdat voor mij ging die film die ging over dat die lui gewoon uh, de hele tijd aan het miscommuniceren zijn. Dus ja. dan ga je dan ga je niet een establishing shot doen, waarin je snapt hoe. Dan ga je juist een soort van rare. Dus er zit, ik breek ook allerlei regels in die film. Weet je, de, 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 de normaal gesproken als je nou bijvoorbeeld ja, deze, maar deze, daar deze camera's, die deze camera's, weet je. Ja. Uh, dat is mijn camera, dat is jouw camera. Dus ik kijk, als ik naar jou kijk, kijk ik, even, kijken, dan moet ik even camera links kijken. Ja. En jij kijkt camera rechts. Ja. Als je, als je, dat komt, als je, maar als je die camera, van, ja, als je die aan deze kant zou, zou zetten, dan kijken we allebei camera rechts. Ja. En als je dan dat tegen elkaar aansnijdt, denk je, hè, die zitten allebei die kant op te lullen, die kijken elkaar niet aan. Dat ja. soort dingen doe ik juist expres in, ja. uh, in, 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 in Suzy Q. Dat ik uh, mensen zo heel raar dicht tegen het kader aan laat kijken. En dan die andere die kijkt dan juist die kant op. En maar eigenlijk praten ze met elkaar. Dat soort dingen zijn we dan aan het doen. En over de Aas. Uh, yeah. Ja, maar voor mij als, als kijker, en dat zeg ik, even, voor mm. mij persoonlijk als kijker, is dat um, we maken echt kennis met uh, de karakters, één ja. voor één, daar komen we ook uh, dichtbij. Is net mm. wat jij zegt? Het is, mm. Ieder poppetje is apart. En dat ja. communiceert eigenlijk uh, ja. helemaal, helemaal niet met, met ja. elkaar. En wat gecommuniceerd wordt, dat gaat eigenlijk. Uh, is, is uh, drama. Ja. En dan op het einde ga je... Dan lijkt het dan. Hè, dat we kennis maken met het gezin. Want dan ben je meer uit aan het zoomen. En dan zien we de situatie over, ja. het, over het algemeen. Tenminste, zo voelde dat. Okay, uh, ja. Zo voelde dat voor mij aan. Misschien Johari bewust bekwam. Of onbewust bekwam. <laughs> Weet ik niet, zeg ik tegen de grote koloven. Ja. We hadden al gezegd. De kijk voor koloven. komt terug. Ja. Zo, Master, kun je die even erbij pakken, Jordi? Wil ik even. De kijk van koloven. Leuk programma. Ja, dat ja, was eigenlijk de bedoeling dat het 13 mei uh, uh, al ja. uh, op televisie zou komen. Uh, maar dat wordt november. Dat, uh, dat uh, zijn allemaal lui die corona hebben gehad. En daardoor uh, redden we de 13 mei niet. En dan moet je meteen een heel stuk door. Dat is ja. het uh, jammere. We zien hier seizoen 1, seizoen 2. Dus ja. we krijgen hem in, nove ja. in november. Seizoen 3. Seizoen 3 in november. Zei je dat nou? uh -huh. al? Okay. Dus we hebben al van tevoren wat topics besproken. Ja. Welke topics krijgen we? we kunnen we verwachten? Kijk voor kooloven. Uh, dan moet ik even kijken of ik ze uit mijn hoofd ken. Uh, we gaan het hebben over vampiers. We gaan nice. het hebben over uh, sportfilms. Dan hebben we een thema, dat is waanzin. Dus uh, mensen die gekken. Uh, en dan hebben we, even denken hoor. Eentje, dat is, een, oh ja, transformatie. Dus dat is alle transformatie. En dan heb ik er nog een. Dystopie. En dat is Coming of Age. Oh, wacht even. Coming of Age en dystopie. dystopie. Heb, ik nou, ja. heb ik nou zeven genoemd? Dat ben ik nou in de waarde. Dat klopt niet als dat zo is. Nou, dat, volgens mij heb ik ze zes. Het zes. Ja. Ja. is wel ja. eigenlijk van deze tijd. Ja, Ja, ja. ja is, ik ben wel benieuwd hoe die dystopische is, want die, 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 is, die is opgenomen als een van de eerste. Dus dat was eigenlijk uh, uh, tussen de twee coronaperioden in, waarbij waarbij ik toen dacht dat het wel voorbij was. Dus ik ben benieuwd hoe dat uh, hoe, of ik of ik weet niet ja, ja, ja. ik ben benieuwd hoe dat uh, hoe dat is. Ja. Volgens mij is met dystopie dat het niet zo is zoals we denken dat het is. Nee, dystopie dus ben... is eigenlijk alleen maar... Nee nee, 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 dat hoeft niet. Een dystopie is alleen maar... Ja, je weet wat een utopie is. Een dystopie is een te tegenovergestelde okay, daarvan. Ja, een de de utopie is de, de, perf de, toekomst. de perfecte situatie. Ja. Oh ja. ja, dystopie is natuurlijk al het negatieve. Precies, dat is het, ja. Alles in negatief ja. uh, perspectief uh, mm -hmm. zien. Ik ben wel benieuwd dan naar uh, vampires. Want ik hou van dat genre. Zeker ja. omdat ik van horror hou. Ik vind nog altijd... Uh, oh, you're gonna hate me for this. De uh, beste vampire film is uh, Interview with the Vampire. Ja, nee, maar dat, dat vind ik ook. Ja? Yeah? Oh, en uh, hm? ik vind... Uh, ik ga ja. het gewoon zeggen hier. Ik vind The Lost Boys een overrated... Uh, ja, had ik had het laatst ook iemand. Uh, ik, ik vind The Lost Boys ook... Ik vind, maar, misschien is dat Gaat, mijn leeftijd. Van, van welk jaar ben jij? 78 is mijn Ja, Oké, okay, maar dan ben ik wel ouder, stuk. Uh, dus ik was wel ook een beetje die leeftijd... dat toen hij uitkwam dat, het, uh, dat ik dat leuk vond. Ja, nee, ik vind er heel veel heel leuk aan. Het is geen meesterwerk, maar het is wel een. Uh, ik vind het een ontzettend vermakelijke film. Echt, uh, echt een hele leuke film. Natuurlijk zit het uit. Het is geen interview met de vampire. Dat zie ik ook wel. Maar ja, ik vond hem heel leuk. Ja, ja. maar interview met de vampire. Die ja, maar dat is wel het echt is wel, wel zo beter. Zo mooi. Ja. Ja. So, dat, het gevoel ja, wat het. Ja, nee, maar het, het goede van uh, interview met de vampire en dat is natuurlijk het goede van de genrefilms... is dat het een genre neemt en het eigenlijk gewoon over hele belangrijke dingen gaat. Zoals Blade Runner of zo, dat gaat over, uh, en, en dat doet deze ook, weet je, waarom zijn we hier, uh, weet je, waar gaan we heen, wat, wat betekent het om mens te zijn en al dat soort dingen. Dat, 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 uh, uh, dat zat natuurlijk al in het boek, maar dat, dat, dat wordt heel goed gedaan in die film, vind ik, echt heel goed. Ja. En er zitten gewoon hele mooie, gruwelijke, dramatische uh, personages in. Uh, bijvoorbeeld dat meisje dat, uh, dat, uh, dat niet opgroeit. Wat trouwens gejat is in, uh, in Lost Boys. Ik weet dat Lost Boys als film wel eerder is, maar die had het gejat van het boek. Dus je hebt Uit het boek van, van interview? Ja, want er zit, in Los Boys heb je dat ventje wat niet opgroeit, weet je wel? Dat is een jochie, ja, ja, ja. maar dat is gebaseerd, uh, zeker weten, op, uh, op het boek uh, van, uh, van, uh, van uh, Anne Rice. Ah, oh, ja. maar wacht even, maar dat ventje zit dus niet in Lost Boys, want die wordt niet... Uh, nee, je hebt dat toch je... geen vampier, dat broertje van. Zijn broer wordt die van. Nee, maar ik bedoel, op, ja. in The in Gang heb je ook zo'n jong ventje. Oh, en die, en die, uh, oh, wacht even, uh, 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 yeah. pakken ze Lost Boys erbij? Ja dan heb je die bende en er zit één zo'n uh, ja, ja, ja. zo'n jong ventje de, en weet je wat in Lost Boys zit wel gewoon echt één hey, motherfucking goede scène joh die die scène in die in die bar die vind je toch wel dat was op de een of andere jaren tachtig waren er altijd heel veel van die films die dan uh, die dan waar dan een of andere rare scène in een bar uh, uh, terechtkwam weet je wel uh, ah, die, die ja, heb, die, die, ja dus, en, uh, ik, uh, ik kan uh, wel de scène, die vind ik fucking gaaf. oh dat die oh dat zijn die dingen oh, 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 man ja, dat man dat ze zich laten vallen dat hij ook eigenlijk een soort ik vind het gewoon een goede film ja maar het is niet, maar het is niet nee, het is, de fuck het beste prof, Nee, profiel. natuurlijk is het niet de beste. Nee, ik bedoel, dingen uh, ding is ook nog veel... In, die, in diezelfde tijd, vlak, vlak daarna, kwam... Hoe heet die nou? Van... Uh, van uh, ah, hoe kan niet op die titel komen. Wat kut. Weet oh, niet. Gooi me in de richting. Gooi me in de richting. Uh, nou ja, uh, vlak daarna, ook met uh, Teenage... Fright Night? Uh, nee, nee, nee. Die was ervoor. Maar daarna had je een Teenage... Uh, en die is gemaakt door die, door die regisseuze, die, die later ook die oorlogsfilm maakt. Oh man, nu ben ik helemaal oh, aan het... Uh, Kate, zij Kate, Kate, Kate Bigelow, die heeft die Bigelow, gemaakt, ja. iets met uh, twee woorden of zo. And, and, and ik is, weet wie je bedoelt. Uh, man, fuck, hoe heet die film nou man? En dan wordt dan ook, hoe uh, 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 heet het Eigenlijk wordt het hele vampirisme okay, een soort druk. Zoek jij eens even op man. I am the B, bij ja. I am the B, Kate, Kate, Kate Bigelow. Met, uh, Kate Bigelow. Die, ah, waarom kan je niet op die titel komen, wat kut. Uh, man. Nee, maar nu ja, kom ik ook. Echt, in... gewoon echt frustrerend vind ik dat. Nou, Vroeger gaan... wist ik dat soort dingen altijd. Weet je wel? Dan is gewoon nu. Een... Uh, uh. ah, je zei al. Je ik zei, ik denk steeds, al? ik wil zeggen, dead calm zeggen. Maar dat is het niet. Dat is een hele nee, andere nee, film. Met nee. zo'n soort titel: Neerdark. Uh, dark, tuurlijk. Neerdark. Dark. Neerdark. Neerdark. Uh, dark. Dark. En dat was de, de slogan was: It makes uh, the lost boys look like Tinkerbell. Ja, met die jongen, ja. juist. Ja. Neerdark. Yeah. Ja. Ja. Dat is volgens mij haar eerste film. Want zij heeft daarna ook nog die, die van die. Oh, kut Ik gooi Wacht even. Ik Gooi alles door elkaar. Ik zeg die ene scène met die bar, dat is een losbord. Maar dat is helemaal niet in losbord. Nee, dat is neer daar. Oh, want ik ga je af als een gieterman. man. Ja, 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 ja. Het is enthousiasme. Oh, oh, Godverdomme, ja. Ik gooi ze gewoon door elkaar. Dat is enthousiasme. Jezus, man. Ik moet echt. Uh, Let's talk some. Na, 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 eerder naar bed. <laughs> <laughs> Let's talk some overrated movies dan. Zal ik hier nog een, wat ik een overrated movie? Overrated movies. Er zijn, er zijn de koning van de overrated movies. Het is de, de, gewoon het <laughs> de decennium van de overrated movies in de jaren negentig. En dit, zijn, dit is het moment dat je ruzie krijgt met mensen of, 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 uh, of niet. Dat is, is braveheart. Forrest Gump. En hoe heet die fucking film? met Die Shawshank Redemption. Motherfucking overrated film. You are ja. killing me met Forrest ja. Gump. Ja. Dat zijn gewoon scheidfilms. Ja. Ja. <laughs> Machten! Ja. De rest, Shawshank, vind ik wel goed. Maar ja. Die zit niet in mijn. Uh, hoe heet het? ik heb hem maar één keer gezien. Okay, ik waarom wil, zijn wil, wil, het overrated films? Omdat het allemaal sentimentele draken zijn. Het is allemaal Amerikaanse uh, bullshit. Met, uh, die, die, waarbij je al van tevoren weet waar het allemaal heen gaat. En het is allemaal ook lelijk. En het is. Uh, Ah man, het is het 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 het, 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 het oh. en het, het, het draagt ook iets dat Forrest Gump draagt ook een hele na iets uit eigenlijk ook, weet je wel? Dat, dat als je maar doet wat je gezegd wordt en braaf bent en dat meisje wat dan uh, die gaat dood aan AIDS en hij is een uh, soort dus het is, het is niet erg dat je niet goed bij je hoofd bent, maar je moet je moet gewoon doen wat iedereen zegt. Dat is eigenlijk wat die film zegt. Ja 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 ja. gaan ja. we zijn we nou ook een beetje naartoe aan het ja. gaan met die woke shit, woke ja. films. Ja. Ik zag laatst dat de uh, Jullie regisseurs, ik weet niet of dat, 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 jullie regisseurs, sorry man, ja. nee. jullie dat, dat je uh, geld moet aanvragen bij het fonds bij mm -hmm. het filmfonds mm -hmm. om, om aan, aan zij gaan dan bepalen of de film wook genoeg is of zo. Ik weet, ja, het niet. Ik weet niet helemaal precies uh, uh, wat je gelezen hebt. Ik heb uh, dat. Ik moet je zeggen, op een gegeven moment was natuurlijk. Weet die Bero Beijer, Die was. Uh, die, die was het. Die, 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 die had. dus de, de directeur van het Filmfonds. Die zei iets oh. op een gegeven moment. Voor mij was het in Kan, in, uh, in een interview over uh, Paul Verhoeven. De? Zei hij gewoon een paar dingen die ik ook, ook, ook niet zo handig vond. En. Uh, dus uh, uh, toen ging Hans Steeuwen natuurlijk. Uh, die ging daar uh, uh, enorm op los. Ik vond het heel ja. grappig. Ik heb dat toen ook gewoon uh, gezegd tegen Bero. Oh. Ik heb een gesprek gehad met Bero. En. Ja, ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar Bero vond het zelf ook niet helemaal handig wat hij oh, gezegd genau. had. Dus uh, um, kijk, dat, dat het inclusiever uh, uh, moet in de, in, de, in de filmwereld, daar ben ik het wel mee eens. Ik vind wel dat er gewoon uh, dat, uh, dat iedereen uh, daar gelijke kansen in heeft. En, en het is nu eenmaal zo dat uh, ja, dat, 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 dat nog niet helemaal uh, recht is. Uh, maar op het moment, en dat zegt hij in ieder geval, dat dat dus ook niet gaat gebeuren. Uh, op het moment dat je. Dat je met de inhoud gaat bemoeien, als je, gaat, als je mij gaat vertellen wat ik wel en wat ik niet kan vertellen, ja, dan, gaan, dan, dan, ga, ik, dan ga ik stuiteren. En dus dat, dat heb ik ook gedaan. En hij bezweert dat dat niet waar is. Dus dan, 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 ja, ik ga eruit vanuit het goede van de mensen. En ik denk dat dat klopt. Dat hij dat mij niet gaat vertellen van, uh, wat ik moet gaan maken en wat ook. ik wel en niet mag zeggen. Oké, okay, want mm. ik heb er soms een beetje het idee dat we in uh, Nederland een beetje de, uh, de rebels. Rebels missen, zoals een Dick Maas, zoals jij, mm. weet je, die gewoon uh, een fucking brute ja, film wij, wij, wij durven wij maken. We leven allebei nog, toch? Of, uh, ja, ja, gekeken? maar het wordt ja. tijd dat de fucking ja. film weer. Uh, ja, ja, ja. Oké, ja. oké. Okay, ik, okay, okay, ik ga dus laatst naar uh, mm. bier, van Ik heb zo'n bij view heb ik zo'n uh, pas, weet je? Dus mm. ik, ik, ga, ik ga soms twee, drie keer per dag naar de bioscoop en dan zag ik dan uh, voorstukje van uh, wat is het? Het nieuwe Costa. Ja. Costa, ja, de nieuwe Costa. Ja, dat is ook een van. Ja. Ja, maar ik, het is voor mij niet heel handig om, uh, om uh, uh, mijn collega's te gaan. Nee, dat abranden, bedoel ik ook. Niet, of maar... weet ik veel wat of zo. En ik ken, uh, die, 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 ik ken een aantal van de acteurs erin. Dat vind ik hartstikke leuke, lieve mensen. En uh, de regisseur ken ik ook. Die, dat vind ik ook uh, gewoon uh, een toffe peer. Wat ik wel wil zeggen is dat ik vind wel dat, uh, dat wij in Nederland. Dat die, dat die, die hele romcom-toestanden, daar ben ik wel een beetje klaar mee. Weet die momenten ja, ja. Ja, 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 ja. ja dat, uh, daar ben ik eigenlijk al heel lang klaar mee. Het was toch ja. niet mijn favoriete genre, dus dat was ik zo vrij... Ik bedoel, uh, hoe heet die... Uh, maar is dat het genre uh, al, al, wat scoort, Martin? Uh, nou, in Nederland? Heb ik, alles, is, even, alles is liefde, dat was de eerste. Ja. Uh, het is ook interessant. Uh, een aantal jaar voor alles is liefde was er in Nederland de heilige overtuiging dat uh, romcoms in Nederland niet zouden werken, dat het publiek dat niet wilde. Ze hebben ook toen een onderzoek gedaan, waaruit bleek... Uh, uh, dat de vroeg ze van, wat voor wat zou je willen zien van Nederlandse films en de 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 helemaal onderop stond de romcom. dat is grappig, dat, is, dat blijkt dus ook dat je daar niet te veel van aan moet trekken als je, als je zegt van wat wil je en dat, en dat je daar rekening mee houdt, want dat blijkt dus helemaal niet waar te zijn. Wat kort daarna kwam ik het was zelfs zo erg, want toen ik schnitzerparadijs uitbracht. Hadden we nog een discussie met de distributeur van hoe gaan we hem uitbrengen? Want je kan hem ook als romcom positioneren. Dan, je, dan, je, dan maak je zo'n poster met zijn meisje en een jongen. En, en we hebben toen gezegd: nee, we gaan helemaal op de comedy. Omdat romcom als een in combinatie met Nederlands. Nou, tweede reden Dat, omdat het niet, niet goed lag. Maar en twee, omdat gewoon die film is een comedy. En, en hmm. dus. En, maar, maar wat blijkt nou? In één keer komt hoe heet dat? iemand bewijst gewoon dat het wel degelijk kan. Namelijk Alles is Liefde, wat een goede hmm. film is. En dan vervolgens gaat, gewoon, gaat de, de, de sluizen open en de ene naar de andere uh, komt er. En op een gegeven moment is, het gewoon de, is er gewoon geen enkele originaliteit meer. En, uh, en, en je zegt, is dat, uh, is, dat, uh, uh, is dat wat scoort in Nederland? Ja, alhoewel ik wel het idee heb dat het nu minder hard scoort dan dat het tien jaar geleden deed. Dus het is, uh, uh, waar ze eerst nog 800.000 uh, bezoekers of zelfs een miljoen uh, bezoekers hebben, hebben ze ja. er nu 400.000 of 300.000. En. Uh, uh, of nog minder. Dus uh, uh, ja, scoort het nog? Ja, maar niet meer zo, uh, zo hard als dat, het, uh, uh, als dat het deed, denk ik. Misschien is dat ook wel een beetje de wens, de velden van de gedachte. Ja, <laughs> nou. misschien ben ik ook een beetje... Uh, hoe heet het? Onderschat ik gewoon een beetje wat, maar, um, wat het publiek Even, leuk even, vindt. even, even ja, nou, maar het is ook zo dat natuurlijk uh, Costa... Wordt natuurlijk ook niet voor jou gemaakt. Dat, dat moet je dan ook wel, uh, wel snappen. Weet je, dat is... Uh, de, 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 hoe, hoe, nee, precies, Heb jij kinder, dus, kinderen? Ja. Hoe oud zijn die? Negen, zoontje. Nou, zo. die, zijn, die zijn dan weer te jong. Maar als ze, uh, weet ik veel, uh, in, uh, vier jaar ouder zijn of zo... dan, uh, dan denk ik, dat kost uh, meer hen, hen aanspreekt. Ja, dat, zijn, dat denk ik. Mis ik iets, weet je? Ook met, met deze... Weet je wat deze generatie nodig heeft, Martin? Wat ze nodig... Ga jij vertellen wat deze ja, generatie... Ja, ik, wa nou, trouwens, ja, nee, nee, is deze deze generatie heeft deze, altijd gelijk, hè? De deze generatie. Je, je, je bent zelf al... Ben je, ben je, ben je al uit en... Uh, nee, ga je nee, al naar de uitgang of zo? <laughs> ben, je, ben, je, ben, je, ben je al half nee, 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 deze nee. Je bedoelt die jonge mensen van nu, van de twintigers of ja, zo, juist. wat bedoel je? Sowieso, deze generatie heeft altijd gelijk, hè? Ja. Dat heeft... Hoe heet dat? Kees de Koning had dat altijd, de hiphop die had het uh, de uh, jongeren of zoiets, jonge mensen hebben ja. altijd gelijk. Ja, maar zo is het. Nou, jij had gelijk, ik had gelijk, Jordi had gelijk. Maar wat hebben ze nodig? Een iets de een fucking vlodder. Ja ja. Ja. Kijk, vlodder is ook ja, ik ook, vind ook dat ik het gewoon nog, nog een keer dat hij, hij moet hij moet vlodder rebooten. Dat moet hij doen. Ja. En hij heeft die rechten, dus hij moet het gewoon doen. Maar er is gewoon. Maar hij zei op een gegeven moment, ik heb het hem een keer gezegd, toen zei hij van, ja, maar je hebt nu, uh, uh, nu heb je nieuw kids, weet je, wel. dus uh, wat, wat moet Vlodder dan nog doen? Ja, ik geloof daar niet in. Ik geloof dat je Vlodder gewoon nu weer kan remaken. Ja. En, dat gewoon, uh, en dat het gewoon en dat het gewoon, dan zie je wel een ander verhaal, maar ook een on on ontstaansgeschiedenis. En dan uh, en dan, uh, dan werkt het weer. Daar ben ik van overtuigd? Ja. ja. Maar, dit moment maar, ja. in Vlodder was gewoon ja. voor alle leeftijden. Er ja. zit gewoon alles ja, maar in. Ja, we wachten eens even. Is dat. <laughs> Sex, incest. Nee, maar is was dat was niet ook, wat dat betreft is dat gewoon, dat is veranderd, hè? Ze hebben dat dat we wij zijn truttig geworden, jongen. Want dat was dat toen inderdaad ik. alle leeftijd. Maar nu is hij 12 plus, hè? Ga kijken of de, kijken eens even op kijkwijzer.nl. Bij Vlodder, <laughs> hij was inderdaad alle leeftijd. Dat is helemaal waar. En nu is hij 12 plus. Omdat. Uh, <laughs> Ja, maar Dick uh, maar, dat, maar, dat, maar dat is ook een fucking beest, weet je, die is gewoon, ja, <laughs> die sex, ja. er gewoon seks met zijn zus en verkoopt zijn zus ja, en houdt het ik... allemaal, die ja, die, dat is gewoon allemaal, uh, ja. Oké, okay, ja. ben, je, ben, je, ben je goed met Dick dan? Ja, ja, ja. ja. Get, oh, can ja. you get me dick? Nou ja, ik kan ja, ik ik, niet. Ik, dat is ik, ook kan, een andere vraag Can you get me dick? Ja, kunnen we die los snijden en ja. Uh, wow. Nee, maar ik, ik kan zeker kan ik, uh, goed kan ik, kan ik een goed woordje voor je doen en dan kan ik met Dick, tuurlijk. Ja, zeker. Dat zou vet ja. dat hij, uh, hij hier naartoe komt in die fucking pink Cadillac. Ja, dat zou heel goed zijn, maar ik weet niet of hij die nog heeft. Dat, uh, ja. ja, soms ja. vergeet dat Dick was <laughs> groot ja. in die tijd. First ja, floor zeker. features, weet man. Het? Maar hoe, hoe, hoe bolste de walls van stad, jongen? Dat hij gewoon uh, dat had Hij had gewoon een eigen studio. Ja, uh, met, 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 uh, met die Mafkees, uh, hoe heet die, uh, Laurens Geels? Oh, ja, ja. Uh, ja, ja, ja. daar gaan we maar niet te veel over hebben, want dat is niet helemaal goed geëindigd. Maar, uh, maar, maar, maar wat daar goed aan was, dat waren wel jongens die durfden te dromen. En die hebben gewoon iets ja. gedaan, wat, 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 wat uh, misschien achteraf ook bleek niet helemaal te kunnen. Maar, maar dat was wel echt gewoon uh, ambitieus. En dat is eigenlijk, als je het over jonge generatie uh, hebt... Nee, eigenlijk niet eens over jonge ook mijn eigen generatie. Eigenlijk gewoon hele Nederlandse filmwereld. Uh, ambitie, gewoon. dat mis ja. ik wel. Ja dat je gewoon denkt van oké okay, we, we, we gaan voor het hoogste we gaan gewoon voor iets echt goeds en echt uh, echt uh, hier en daar uh, bedoel uh, uh, ik heb Schelde niet gezien maar dat is wel een ambitieuze film dus die 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 uh, die die, die, dat, die ja. ja precies en maar en, uh, en, maar, maar en en je ziet het te weinig ja ja Hoe? Hoe zou een, uh, ik ben aan dromen, sorry. Ja. Hoe zou een tussen Dick Maas en uh, Kolo uitzien? Ja, dat is, weet je, dat is. Uh, wat voor film wordt dat? Ja, dat is een beetje. Hoe zou Ajax voetbal als ze twee keepers hadden. weet je? Ik noem maar wat. Weet je, dat is gewoon niet gezegd. Dat is iets wat onnatuurlijk is, ja. in de zin van uh, uh, hij is een filmmaar of hij is een regisseur en ik ben een regisseur. En uh, het is wel zo dat ik natuurlijk. Hij heeft nog nooit de film. Nou oh ja, hij heeft natuurlijk in Amerika heeft hij nog die, uh, die Indiana Jones aflevering heeft hij gedaan. Maar voor de rest heeft hij, voor zover ik weet, nog nooit iets geregisseerd van iemand anders. Jo wacht. Uh, Dick heeft een Indiana jones episode gedaan? Ja, een Young Indiana Jones. Heeft Young, oké, oké. Okay, ja. okay. en, uh, uh, en hij. Uh, uh, dus op zich. Zou ik in theorie zou ik best een scenario van Dick kunnen verfilmen? Maar als hij het aan mij geeft, dan ga ik het regisseren. Dan wil ik hem niet als bijrijder, weet je wel. En hij wil mij ook niet als bijrijder. Want dat is gewoon wat regisseren is. Dan moet je, ook gewoon, dan moet je het ook gewoon doen. Dan moet je, dan moet je gewoon gaan. En uh, misschien, hij heeft natuurlijk heel veel projecten die, die, die hij uh, die, die, uh, die, die geschreven heeft, die niet door zijn gegaan. Misschien moet ik daar eens een keer een gast naar nou, kijken of er iets in zit voor mij. Ik ja, weet niet die... of Dick het af wil geven. <laughs> ik weet niet. Dick heeft balls, jongen. Ja, ja. Hij uh... ja, is, is ook een goede humor ook, weet je. Dat is gewoon uh, het is zo politiek en correct ja. ook. Heel, uh, heel leuk, ja. Ja, ja man. Dat, alleen de remake van The Lift, Down of zo. Die heb maar... ik niet gezien. Dat, dat, ja. dat dacht ik van, dat ga ik... Dat, 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 ik weet niet, had ik had gewoon geen zin in. Ik dacht, ik heb geen zin om, om te zien dat dat niet goed is. Of dat dat ja, ik vond die eerste gewoon geweldig, maar ja, ja sowieso de lift is uh, is, is, echt, is, uh, is fucking classic man ja, ik, 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 een van de beste debuutfilms in nederland ja oh. ja ja ik zit even te denken wat ik misschien Wildschut heb je natuurlijk maar voor de rest weet ik even niet wat ik uh, wat ik beter zou kunnen vinden als debuutfilm ja is is schatjes goed schatjes en Ach, mama is boos schatjes Die, is ook een debuutfilm shit ja. niet uh, ja ja Schatjes is goed. Maar ik heb ja. Schatjes wel al heel lang niet gezien. Maar ik heb die wel een paar keer gezien. En ik weet dat ik hem nu ook alweer een tijd geleden heb gezien. Maar dat ik hem toen dacht van, He, it holds up. Die is, uh, ja. ja, dat is, uh, ja, die vond ik ook goed. Ja. En die Mama vind... is boos kan ik me niet zo heel goed meer herinneren. Maar die vond ik ook leuk, maar ietsje minder leuk dan Schatjes. Maar daarna is het met, uh, met die regisseur, hoe heet ik weer? Uh, uh, Ruud van, uh, uh, He van Hemert. Zijn bijnaam was Bruut van Hemert. Uh, oh. die, uh, ja, die sloeg die kip. <laughs> en, uh, en, uh, en, uh, uh, en die, uh, en die, uh, die heeft uh, uh, daarna na hondenponnetje gemaakt. Dat was toch iets minder. Oh, ja. hondenponnetje. Is dat iemand met Nada? Ook, ik, ja, en ik ook voor jou heeft hij nog gemaakt. En daarna nog een eentje. Wat was dat ook weer met, ook met Anthony en, uh, en Bo? Feestje of zoiets heette dat zo. Feestje, ja, ik weet niet. Hè. Ik vond wel nog we uh, nieuwe, toch over Nederlandse films ja. hebben. Ik vind. Uh, uh, de Kleine Blonde Dood vond ik wel aardig. Maar dat is volgens mij na een boek. Vond ik een goede. Ja, zeker uh, van Bug. Goede... Ja. ja. Wat ik ja. vond, ik ook een goede film toen. Ja, ja. dingen gewoon. Olivier Tanier is gewoon echt om op te vreten in die film. Echt heerlijk. Ja. Is dat een manneke toch? Een manneke. Ja. Een manneke. Ja. 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 Ik, ik, ik weet niet. Ik heb voor. Misschien ben ik gewoon een old school man of of zo. Ik mis gewoon. Um, die oude. Hollandse schoolachtige films, mm -hmm. uh, Schatjes, uh, Turks Fruit, uh, de films van Dick. Dat, dat uh, de films die... Oe, die dat hollands okay. dat gevoel kreeg ik een beetje terug wel bij Suzy Q. Oké, okay. ja, een hele andere film. Maar heb jij? dan ga ik twee films noemen. Je hebt nu de open... Weet je nou Nee, wat is Shit, hoe heet nou? Zoek eens op, de nieuwe film van Chris Mitchell. Chris W. Mitchell. Als je naar Moviemeter of IMDb gaat, ik ben even de titel kwijt. Is het de openbaring of zoiets? Nee? Nou, kijk even. Kijk even. Uh, en, uh, 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 die vind ik dat die, die heeft ook iets dikmaasachtigs. En welke film dat ook heeft, is uh, de laatste film van, uh, van Lodewijk Kreins. En die heet. Oh man, ik, ben, ik zit me toch hier uh, af te gaan. Die heet uh, nee, Bumperkleef. Bumperkleef. Ja. Moet je ook kijken dan. Oké. Okay. Ja, nou. die, die hebben wel een. Uh, die hebben, die twee films hebben best wel raakvlakken met Dick Maas, vind ik. Ja. Nee, je bent die staan veel, in die krein. traditie. Ja. Ik ben gewoon enthousiast, man. Ja. Ik ook, ik was daar ook heel erg ja. enthousiast van. Ja. Ik moet echt proberen me cool te bewaren. Hoe heette die, hier... die nieuwe film van Chris Mitchell? Openbaring. De openbaring, ja, ah, ik had het goed, gelukkig. Ja. Ja. Openbaring, dus ja. die, dat, moet, dat moet ik gaan kijken. Ja, die, uh, die, 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 volgens mij komt die binnenkort uit. Ik heb een, uh, laatst had ik een première en uh, uh, yeah, ik, ik, uh, ik heb me kostelijk vermaakt. Ja. Nou. Oh ja, ik wil er nog een overrated film tegen je zeggen. Ja, is het Nederlands of is het... Uh... Nee, uh, buitenlands. Uh -huh. Buitenlands. Oké. Okay. Hellraiser. De eerste Hellraiser vond ik wel goed. De eerste Hellraiser vond ik wel goed, hoor. En, en jij bent een, een, een ik, horrorfan. Ja, ik ben een maar, maar, ik, maar, weet maar dat, ik weet het niet. Ik weet het niet. Dat doet me gewoon... gewoon uh, dan, dan dan weet ik dan kijk, dan kijk ik hem terug en dan zie ik weer oh, uh, pinhaat en dit en, dit en dit en dan denk ik oh ja fucking pinhaat en dan ga ik kijken dan. Ja, ah, maar dat moment dat hij daar, daar dan zo hangt, weet je, wel, dat hij uit dat, dat is bloed. En, en, en dat is echt Jesus wept. Ja. Yes. Dat dat is bruut. Dat, dat is bruut. Ja. Wat zijn de wat, wat zijn de bruutste movie quotes? Brutste movie quotes? Ik dacht die bruutste movies. Uh, Brutste movie quotes. Er ja, dan dan zijn nou? er zoveel. Het, het, de, 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 de 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 dood van Rutge van Rutger Hauer in Blade Runner. Oh, yeah. Yeah. Die, met die, uh, die duiven ook en wat hij zegt dan they, they see, I've seen things you, poop, you people would believe a deck yeah. ships on fire on the shoulder of Orion I watched sea beams glitter in the dark near the Tenhauser gate all these moments will be lost in time like tears in rain time to die en dan gaat hij zo goed is dat joh echt en het mooie is dat hij daar een gedeelte van heeft, uh, heeft, uh, heeft hij bedacht hè dat staat niet in het script. Dat heeft hij bedacht. Oké. Okay. All these moments will be lost like, uh, in time like tears in rain. Dat is van hem. Ja. Yeah. Is het jammer dat je nooit uh, geen film met hem hebt kunnen maken? Ja, gedacht, zeker. Was die kans ik, zeker er wel? Keer. Ik heb hem wel eens, ik heb een paar keer ontmoet en wij klikten wel. En dan gaat het natuurlijk in je hoofd zitten van... Uh, oh, dan moet ik, een keer, ...ik moet een keer wat met hem doen. Maar uh, ik, uh, ik, uh, ik heb nooit een, uh, een, uh, een, uh, een rol gehad waar... Uh, Waar, waar, uh, waar ik hem voor had kunnen casten. Dus, uh, uh, misschien in het begin wel, maar toen was hij heel ver weg. En, uh, hij heeft ook heel veel dingen nee tegen gezegd. En hij had bijvoorbeeld uh, eigenlijk was het de bedoeling dat hij de hoofd of de, de, de drevenhavenrol van in uh, karakter, dat hij dat zou spelen. En okay. uh, ja, dat wilde hij niet. Hey, karakter heeft uh, toen hmm. de Oscar gepakt, een ja. buitenlandse film. Ja, maar dat ja, is ook man. een goede film hoor. Ja. Dat is echt een goede film. Een ja, van de betere ja. Nederlandse films vind ik. Ja. Wat ja, maakt het Mike, dan... Mike is ook goed hoor. Die heeft echt, uh, ja. Wat, wat onderscheidt die film dan, Martin? Dat het zo, zo goed is voor ja. van de Nederlandse bodem is? Uh, nou, er zijn heel veel dingen goed aan die film. Uh, het, uh, op technisch vlak het is het echt heel goed gedraaid door uh, uh, Rogier Stoffers, die later Brimstone heeft gedraaid. Uh, en uh, uh, het geluid: het was de eerste film die ik hoorde in de bioscoop waarvan ik zei: oké, is de eerste met fatsoenlijk geluid in Nederland. Uh, en het is, wat er goed in is, en dat is de, nee, vooral Mike, is dat hij, hij snapt film en hij, het, hij, hij durft het omhoog te tillen. Weet je, hij, het is niet allemaal gewoon wat je hier naast je ziet. Weet je, het is allemaal, mm. het is, alles heeft een zekere, uh, uh, weet je, het, 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 hij durft een beetje pathos te geven. Hij durft dingen groter te doen. En uh, het is niet wat ik dan altijd noem, zoals in sommige Nederlandse films. Dat je hebt shotje hier, shotje daar. Nee, het is, heeft een, 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 een choreografie en een cinematografie. choreografie is dan mise en scène. En, 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 en beeldvoering die volwassen is. Die mooi is. Die, uh, die esthetisch is. Die ook vertelt. Die niet alleen maar uh, registreert. En uh, ja, nee, dat is echt een. Uh, ook een film met, met, met veel ballen gemaakt. Dat is natuurlijk een. Achtelijk dure uh, productie destijds. Maar dat was dus First Floor van, uh, van Dick. Dus die dat, uh, dat uh, toen geproduceerd hebben. Ja. ja Groenlijk. Mm -hmm. nou, ja. we, we, stiekem komt er toch wel wat uh, goed van in. Nee, uh, uh, je hebt nu op Netflix, heb je vast niet gezien Wildschut, moet je kijken, is een goede film uit ja. de jaren tachtig. Um, we hebben uh, Spoorloos is een goede film. Nou, het is, natuurlijk, het is, er zijn best wel wat goede films uh, in Nederland gemaakt. Ja. ja. En je moet ook niet vergeten dat, dat hier alles uitkomt. Hè? Dus op het moment dat er een of andere Deense of uh, Hongaarse film uitkomt, of zo, dan is dat al, mm. al gefilterd. Want het is echt niet dat iedere Deense film hier uitkomt. Maar als, als een Nederlandse film in Denemarken uitkomt, dan is er ook al gefilterd, weet je. Dus, uh, ja. mm. Miss, misschien ben ik ook een, een beetje een, een, een zijkwijf, of zo. Omdat um, ik kijk natuurlijk, als ik voor Nederlandse films, mm. dan kijk ik naar jou en naar Dick. En dat zijn twee verschillende werelden. En dan uh, mm. misschien dat ik. Uh, Normaal ben ik heel vrij open minded, maar dat het juist op mijn liefde op films dat ik daar helemaal niet zo open minded op ben en dat ik gewoon ja. verwend uh, ben of zo. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Maar heb jij een, een, een heel erg. Maar Alex Verwarmer dan bijvoorbeeld. Dat, vind je dat niet? Uh... Ik vind Alex Verwarmen dan Doe maar echt maar eens wat van een hem groot dan. grote filmmaker hoor. Heeft, nou, zijn, 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 zijn drie beste films, vind ik, zijn Abel, de Noordelingen en uh, hoe heet die, uh, Borgman. Dat zijn, dat zijn drie geweldige films. Oh, ja. Borgman heb ik volgens mij gekeken. Zit daar niet uh, Jorik? Trouwens ook dat. Ook, ik heb ook bij jou een film gespeeld. Ja, Jorik zit niet in, in Borgman. Nee? nee de, de Noorderlingen? Nee, nee, nee. Hij heeft... Nee, nee, hij heeft, nee. nee, nee, nee. Uh, uh, Noordelingen de was hij überhaupt niet oud genoeg. Uh, en, uh, en toen is hij op een gegeven moment naar, uh, is hij naar uh, Hollywood gegaan, terwijl het hier niet heel goed liep, is hij naar Hollywood gegaan. Reddick heeft hij daar. Uh, uh, ja, bijvoorbeeld. En uh, eigenlijk was hij er gegaan omdat Spielberg uh, met hem wilde werken. Alleen dat, uh, dat ging toen niet door omdat zijn, uh, zijn, uh, hoe heet dat? zijn, zijn Green Card niet goed geregeld was en mm. zo. En toen, uh, dat, dat is ook kut hè, dat is vaak een Spielbukje om in, uh, ja. in een ding te zitten. En, uh, en dan gaat het niet door, heel Nederland lacht dan natuurlijk hij is gewoon daar gebleven en is gewoon andere films gaan spannen. Hij heeft gewoon met Vintje gewerkt met echt grote mensen, weet je, echt, echt. Anyway, dus toen vroegen wij hem voor Oorlogswinter. Dacht, nou, moeten we maar zien of hij dat doet. Maar dat deed hij toen. En dat was te gek. Geweldig acteur natuurlijk en een leuke iemand. Die zie ik ook best vaak. En ja, en goed gedaan, want ik had, want gelukkig had ik het boek niet gelezen. Ik had niet door dat hij gewoon naast die motherfucker was. Ja, dus dat goed. Ja. daarom moet je bij jouw films moet je ook nooit uh, zelfs niet als je een boek verfilmt, ja. moet je nooit voor het einde weglopen want dat is ja. bij jou jij delivert altijd de, de, de finale weet je gewoon bij Call of a Movie oké okay, ja. sit down gaat nou iets gebeuren ik heb iemand heeft me op een gegeven moment was er iemand was een, uh, een Nederlandse schrijfster, en die uh, en die uh, die, die boven een mijn scenario aan. Die zei van ja, het is wel niet zoals jij altijd hebt, ...zodat dat het allemaal zo in één keer zo'n heel groot moment aan het einde heeft. Ik zei van oh ja, dat heeft het inderdaad. Ja, ja, ja. Dat, uh, ja, maar hoeveel wel... hoeveel, uh, hoeveel uh, hm. regisseurs doen er nog, nog Martin? Dat, dat, dat echt dat uitpakken op het einde. Maar dat is wel het fucking moment dat ik het bevredigend. In Nederland bedoel die, je wereldwijd. Wereldwijd dat ja. ik de bioscoop uitloop. Zo ja. van yes, fuck je. Yeah. Ja. Daarom vind ja. ik eigenlijk in, in, in Brimstone: hoor je mensen zeggen, ja, maar die film eindigt helemaal niet goed. Dan zeg ik, die film die. Wie eind... zeggen dat? Slaan ja, ze in elkaar. Dan ja, ja. zeg ik, die film die eindigt fucking ja. fantastisch. Ja. Weet je hoe eervol hij haar laat, uh, laat gaan? Ja, dat is, een, dat is een verschil van mening. Hè? Er zijn mensen die, uh, die dat heel uh, uh, heftig vinden, dat zij dan uiteindelijk zelfmoord pleegt. Maar ik heb dat altijd gezien als een soort kracht. Dat ze gewoon de, de, de ene millimeter die ze nog over heeft. Zij kiest zelf. Zij gewoon, kiest zelf, weet je wel. En dan daarna, wat daarna komt, is eigenlijk uh, binnen het die ellende die dat is is eigenlijk een heel positief einde wat, wat, wat je nog krijgt. Hoor. Ja, dat, dat vind ja, ik dus ook. Je ja. geeft haar dus een, uh, ja, ja. het is haar keuze en daardoor vind ja. ik dat ze heel waardig gaat. zeker dat shot onder water oh man, ja, dat, dat is even fantastisch. van de mo mooiste shots die ik ooit gedraaid heb. Ja. Ja. ja, ik moest even stiekem denken aan uh, het andere een van de mooiste shots die ik uh, in films heb gezien met van onderwater ook. Ja, een onderwater shot dat zij op een gegeven moment als uh, uh, geest wordt met Harrison Ford die film. God damn it. Je Harrison Ford, Ghost Movie. Ik heb die denk ik niet gezien. Martin. Oké. Okay. Oh. Maar wat. wat waar, waar, het, het, het is, dus, je hebt natuurlijk in Night of the Hunter. Uh, een oude, ja. oude film die wel van invloed is op geweest. Deze. Dan heb je ook een aantal hele mooie onderwatershots. Met, met haren die zo. Huh? Li what Lies Beneath. Oh, oké, okay, die heb ik nog niet gezien. Dat. Ja, oké. Dat okay, shot. Yeah. Oh, dat is sowieso een goede film. Mm. Uh, what Lies Beneath. Oké. Ja. Met Ford. Ja. Yeah. is eigenlijk. Um, Nee, dat moet ik niet gaan vertellen. Als nee, je niet vindt. verklappen. Wie, Bij mij niet spoileren. Nee, 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 nee. <laughs> we gaan hem langzaam afronden, man. Oké, okay, want maar, ik kan. Kan ik, kan ik weer roken? We ja, doen. maar ik kan ook echt. Ik merk dat ik zo enthousiast ben dat ik zo lang met je zou. Uh, want het gaat over. Hoe lang vinnen. zijn we bezig? Valt het wel mee? Nee, ik denk anderhalf uur. Oh, Zoiets. Maar ik laat je niet zomaar gaan. Oké. Okay. Ik had al gezegd, je bent een beetje rock and roll. Je zit ook hier in het zwart, je uh, slangen leren laarsjes. Ja, ik, ja. ik weet niet of Ajax nou zo'n broek is. Rock roll. Ja, ja. Ajax, dan, ja. Ajax, ja. Ajax Ah, kijk nou. Ja. Maar ik kon, de, de Oscar-beeldenis, die bestaat eigenlijk, of die mag je niet meer. Uh, oh, is dat zo? Want, op een gegeven moment die, uh, hadden ze die inderdaad ook in van die kleine dingetjes. Ja, zo? Maar, ja, maar deze, dit was het beste wat ik vond, en is een rock-on, want ik vind jou ook een rock-on. Ja, okay. nou, goed. Dat is nog niet alles. Want mensen, Martin en, er zijn uh, natuurlijk ook mensen die zeggen dat dit een, uh, een, uh, een teken van de van de vrije is. Dus krijg dit is niet van mij. Het is eigenlijk een vrij Kijk, Ik heb het nog niet eens. Dus met je met gat over je Twitter, uh, dat je mensen je wel de laatste tijd moeten hebben op Twitter. Ja, maar zoek ik zelf toch ook een beetje op. Je weet gewoon als je bepaalde dingen zegt dat... Uh, je pookt een beetje. Hè? Ja. He, ik had in de Playboy had ik gezegd dat ik... Uh, euh, een hele brave uitspraak was het. En, uh, en, uh, en toen ging, in, en toe kreeg ik inderdaad... Uh, ik had gezegd dat ik uh, overwook... Dat, uhm, dat, wat die mensen willen, wat, wat ze voorstaan... Daar dat, dat, dat kan je het bijna niet, meer, niet mee oneens zijn. Dus, de, uh, en ik zei, ik ben het alleen... Wat ik, waar ik niet tegen kan, is als mensen... Uh, um, intolerant worden voor andere meningen. En dat werd dan geframed. Dat, oh, oh, dus uh, uh, racisme is een mening. Of uh, uh, nee. weet je, dat soort dingen. Nee, nee, dat zeg ik niet. Maar ja, daar kunnen we ook in toe gaan, Daar gaat het niet om. Maar is. Uh, <laughs> ik uh, denk dan weer, met, ja. weet je, ik vond ik je ja. graag. Toen dan denk ik van: Jij bent natuurlijk ja. mijn, uh, een van mijn helden. Denk mm. ik: Shut the fuck up, Mag Ook niet met die luiën. Ga die niet praten door, met die luiën. Ja, maar dan ik ben ik aan het schrijven. Jij, jij en, heb, en dan heb ik, dan heb ik een, natuurlijk een rotsmoes om niet te schrijven. Dan ga ik gewoon weer even. Ja, want laatst had je, schrijven. godverdomme, ik reden haatpaarden over je heen. Ja, ja. ja, die heb ik ook nog <laughs> gehad. Oh ja. oh ja, dat was ook zoiets. Dat, kreeg ik, uh, dat was dat, internationaal ook. Hè. Ik, 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 ik denk dat ik geretweet ben door een of andere uh, uh, moslimsite of zo. Ik, het nee. enige wat ik had gedaan, dat was een foto van, uh, van uh, een, uh, een, uh, ra een ramadan, volgens mij in, uh, in, in Egypte en er was al oh, wat mooi en de in dingen de brotherhood en zo en, en ja. ik vroeg van uh, where are the sisters <laughs> en uh, oh, ja dat was zo nou ha. dat was toch dat, dat kon niet dat was echt oh, dat was oh, oh, wel oh, ja. dat was niet ook ja, ja, genoeg ja, ja. Maar uh, hoe heet het? Los daarvan. Uh, Laatst kreeg je ook volgens mij een soortje feministen overheen. En dan denk ik, deze guy, Martin Koolhoven. Uh, uh, daar mogen jullie feministen eigenlijk een beetje blij best wel mee zijn. Ook dat ook mogen ook... ze zelf weten ook. ook ik, vind... om, uh, ja. ik ben echt van mening dat jij... Uh, jouw ja. De vrouwen in je films hebben het soms zwaar te verduren. Maar ik heb wel ook vaak het idee dat het een soort van ode oh, aan vrouwen is. Dat jij heel uh, veel respect juist voor vrouwen hebt. Dus. Maar jij, ben jij, ben, jij bent geen vrouw. Dus mag jij... I know, maar ik heb wel titen. <laughs> Ja, maar dat heeft een andere reden. Dus, uh, Precies. Maar ja, maar je hebt heb, heb, horeca Ja, wat meer in de ijzer Neem Nee, maar Mark, uh, Martin, je bent een fucking rock on dude. Mm. En het is ook Dank een beetje je wel, om je uit te dagen om een fucking rock on film te maken. Okay. Maar anders schrijf ik hem voor je. Ik ben een film aan het schrijven. Oh ja? Ja, ik ben, na de podcast. Oké. Okay. Dus, uh, is ga dat ik geheim? Weg. Maar je kun je toch gewoon zeggen dat je gewoon een film aan het schrijven bent? Ja, ik ben een film aan het schrijven. Oké. Okay. Ja, fucking maar, man. Kan je iets ja. zeggen? Zhang? Ja... Het is, een, uh, het is een horrorfilm. Oké. Okay. En ik ga ja, dat hou ik helemaal niet van. Nee, maar je, toch ga je. Natuurlijk. Uh, ja, dat dus ga ja. ik op jou sturen. Dat ja. Was het alleen voor tips en tools. Ja. En ik ga daar al mijn. Uh, alle angsten. En dan heel veel dilemma's komen erin. Hele militaire dilemma's. En dan laat ik afspelen. In de militaire wereld? Ja. Het, uh, oh, dat, is, dat klinkt te gek. Ja. Waar ik en... namelijk enorm van hou. En dat, dat, dat klinkt alsof dat is. Is dat je een. Uh, uh, het liefste een soort subcultuur neemt. Weet je, ja. iets wat een. Wat een wat een, wat een uh, eigenlijk een wereld in een wereld is. Die echt is en daar dan een soort van genre idee over en die een ik, van de ja. sociaal realistische nee is, daar ben ik mee, nee, mee bezig ja. maar ik vertel je dadelijk is hij goed. is met bits en pieces komt hij binnen ja. ik zweer het ik stuur dat script gewoon fucking naar Colo we doe dat ja precies bounce uh, hè dan krijg je gewoon bounce. Boom, je terug. Boom. maar wel tips en tools dan nee <laughs> okay. niks ik idee, heb, ja, deze, ik heb deze ook ja. nog voor je ja en dat is eigenlijk een beetje voor als we dan als ik dat script naar jou stuur ja ja kijk dat we kunnen bellen zo oh. kijk nou is dat al wat goed zeg Kijk, dan is het dan... Natuurlijk staat dat. Ja. Kijk, tegenwoordig heb je, uh, doen mensen zo bellen met elkaar. Dus ja. Of uh, dan, ja. dan kun je je phone. Dus nu zo, kunnen we zo, ja, ver, ja, 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 zo ja. vergaderen. Maar homeboy, Jordi. Ik heb ook iets voor jou, man. Ja. Want uh, ja, maar jullie hebben vandaag kilometers gemaakt. Jullie gaan eigenlijk kilometers maken. Ik Helemaal weer terug je, naar, de, naar de grote stad. Juist, naar Amsterdam. <laughs> ja, ja. En uh, Jordi, ik heb deze voor jou. Want Jordi is, uh, doet heel graag uh, vissen. Het is eigenlijk dat een driepootje ja yeah. Dus maar die geef ik je zo bro, yeah, bro. Ja dus uh, Martin ik ben je zo dankbaar Dit is te zot voor woorden Je komt gewoon uit Amsterdam Helemaal naar Zuid-Limburg En daar ben ik je dankbaar voor ik ben Dankbaar ook voor je films ja, dus, ja. Wij Gewoon awesome Ik kan al uren ja. met je kunnen praten Oh ja vergeet niet te, te liken En dan moet je die camera op mij pakken dus, Wacht ik doe het Oké okay, camera okay. Ja. Dus vergeet alsjeblieft niet te liken En te subscriben Hij was hier een van mijn helden Martin fucking Cole, over Thanks man Boom Boom, roken!